Goedenavond en welkom. Mijn naam is Katinka Beer. Ik ben journalist en vanavond uw moderator in dit derde debat in de serie over angst en risicomijding in de gezondheidszorg. Een serie van de Bali, het Parool, KNMG, Huisartsenkring, Amsterdam en het comité Optimale Zorg, Dappere Dokters. En het gaat vanavond, u weet het, over de dood. We kunnen met pillen en operaties en chemotherapieën en andere behandelingen de dood steeds verder voor ons uitschuiven. Maar de vraag is tot wanneer dat in het belang is van de patiënt. KNMG heeft het onderzocht en kwam tot de conclusie dat artsen het levensverlenging op zichzelf te vaak als doel hebben en niet genoeg de kwaliteit van leven. Uit een eerder onderzoek, trouwens uit 2012, een enquête van KNMG en Medisch Contact, bleek al dat 62% van de artsen vindt dat er te veel wordt doorbehandeld. In theorie vindt natuurlijk niemand dat een behandeling ten koste van een patiënt mag gaan. Maar hoe kan het dan dat dat soms toch gebeurt? Een conclusie van de KNMG is dat artsen in de behandelstand staan. Dat behandelen, iets doen, veel logischer, natuurlijker is dan niets doen. Maar misschien heeft het ook te maken met het feit dat wij allemaal, patiënten en artsen, bang zijn voor de dood en er liever niet over praten, zelfs niet in de behandelkamer. Nou, vanavond gaan we het wel doen, praten over de dood en over dat laatste stukje voor de dood en hoe dat misschien anders of beter kan. Natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen en reacties, halverwege het debat en aan het slot van het debat. Maar ik ben nu al even benieuwd bij de eerste en de tweede aflevering van deze serie. Waren er heel veel mensen die zelf werkten in de zorg, in de zaal? Hoe is dat nu? Wie is werkzaam in de zorg? Dat is weer zo, ja. Grote meerderheid. Zijn er ook, u hoeft het niet te zeggen als u niet wil hoor, maar zijn er ook patiënten? Nee. Ja, dat weten we natuurlijk nooit, zeker, maar we gaan er vanuit van niet. Mensen die in een andere hoedanigheid, waarvan het leuk is voor mij om dat te weten? Ja? Namelijk? Dokter bij de zorgverzekeraar. Oh ja, dat is ook interessant. Nou, ik ben heel benieuwd straks naar uw... Ja, dat klinkt heel flauw, maar dat bedoelde ik helemaal niet flauw. Was niet grappig bedoeld. Ik ben heel benieuwd straks naar uw vragen en reacties. Deze avond wordt zoals altijd gestreamd en is ook na afloop terug te kijken bij Bali TV. Als eerste spreker heb ik voor u Menno de Bree. Hij is filosoof en hij was eerst verbonden aan Heineken en toen aan Nijenrode. Ik ben heel nieuwsgierig hoor, bier en filosofie, maar daar gaan we het niet over hebben vanavond. Dat laat ik gewoon aan uw fantasie en de mijne. We hebben hem omdat hij nu is verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen als docent medische ethiek. En hij gaat spreken over het moment om te stoppen met behandelen. Wanneer doe je dat? Mag ik u applaus voor Menno de Bree. Oké, goedenavond. Kunt u me allemaal verstaan? Zo? Ja, dat gaat goed. Okay. Menno de Bree, ik heb filosofie gestudeerd en ik ben 10-12 jaar geleden in de zorg terechtgekomen. Omdat ik in Groningen een huis nodig had en de huizen waren door goedkoop. Sinds de aardbevingen weet ik ook waarom dat zo is. Ik ga met u iets moeilijks doen. Een groot deel van mijn baan is gewoon het geven van colleges medische ethiek aan studentengeneeskunde. Ik ga het met u hebben over het stoppen of niet aanbieden van een behandeling. Ik ga het ook met u hebben over kwaliteit van leven. En dat zijn 2 of 3 colleges van 3 kwartier. En die heb ik samengevoegd in een praatje van 15 minuten. Nee, het kan eigenlijk niet, maar het is wel interessant om te proberen, dat is 1. 2, ik ga af en toe kijken of u het begrijpt, want het is filosoferen, dus dat betekent ook dat je af en toe moet argumenteren. En als u dan ergens de draad kwijtraakt, dan moet ik dat op de een of andere manier zien op te vangen. Maar we kunnen ondertussen niet met elkaar van gedachten wisselen over wat ik zeg. 2e is dat wat ik soms zeg een beetje... Als iemand zijn lens kwijt is, hier ligt een lens. Ja, dat je denkt van shit. Het 2e is dat ik af en toe een beetje kort door de bocht ben.
Maar dat kan niet anders. Hè? En wat ik eigenlijk wil doen is dat ik u een framework of de taal of de theorie of de achtergronden probeer aan te leveren waarmee ik dan de rest van de avond, dat kunt u dan gebruiken en dan misschien dat u dat helpt in het begrijpen van wat er aan de hand is. Oké, dus ik ga u iets vertellen over de geschiedenis van medische ethiek. Dat doe ik heel snel, dat heeft u nodig om de rest te begrijpen. Dan ga ik het hebben over zinloze behandelingen en dan tot slot nog heel kort over een ander term die je voortdurend tegenkomt als ik begeleid gesprekken met dokters over moeilijke behandelbeslissingen. Dat heet moreel beraad. Binnen de 5 minuten zegt iemand altijd kwaliteit van leven. En dan kijkt iedereen heel respectvol en dat is een beetje een argument in zichzelf geworden. Maar als je dan gaat vragen, wat is er nou die kwaliteit van leven? Dan blijft het soms een beetje stil. Oké, we beginnen met publieksparticipatie. Als je kijkt naar de professionele ethiek van dokters vroeger, er zijn er een aantal kenmerken, ik heb er 3 opgeschreven. Doktoren waren vroeger, dus laten we zeggen 100, 200 jaar geleden, paternalistischer dan nu. U weet allemaal wat paternalisme is. Ja, dus je doet iets met het belang, met het oog op het belang van iemand anders. En wat die ander ervan vindt, dat doet niet zoveel te zaken. Het ging met name over de kwantiteit. Ja, als je kijkt naar de eed van Hippocrates, dan gaat het om het leven verlengen. En hoe dat leven er dan verder uitziet, dat is niet zo van belang. En men was, ik heb een spelfout gemaakt, men was vrij terughoudend. En dat is ook niet zo heel raar als je begrijpt, als je weet dat tot het begin van de 20e eeuw was niet zo heel erg duidelijk wat een aan de universiteit afgestudeerde arts nou beter kon dan het kruidenvrouwtje van om de hoek. En er heeft zich na 1960 ongeveer een verschuiving plaatsgevonden in het denken over wat nou die professionele ethiek is, dus hoe artsen moeten handelen. En u ziet daar al wat lettertjes aan de rechterkant. Dus wat staat er nu tegenover paternalisme? Autonomie. Wat staat er tegenover kwantiteit? Kwaliteit. En wat staat er tegenover terughoudendheid? Activisme. Heel goed. Het is het idee dat patiëntautonomie ontzettend belangrijk is. Nou, als er de medische ethiek iets voor elkaar heeft gekregen, dan is het dat natuurlijk ook onder invloed van allerlei andere maatschappelijke ontwikkelingen. Kwaliteit van leven is belangrijk geworden. Dus niet alleen verlenging van leven, maar hoe het leven eruit ziet is ook van belang. En dat activistisch, dat was een beetje dat is wat jij zei van de behandelmodus. Iets doen, is beter dan niets doen. En dat, nou ja, goed, dat. Oh, kent u allemaal. Dus 2 vragen die doen zich dan voor. Op het moment dat we heel veel kunnen en op het moment dat we activistisch zijn, moeten we alles doen wat kan en wie beslist daar eigenlijk over? En dit zijn de 2 vragen die ik ga beantwoorden. Als het gaat over de vraag wie er beslist over het stoppen van een behandeling, of het niet inzetten daarvan, of het überhaupt niet aanbieden daarvan, dan kun je op 2 niveaus kijken. Je kunt kijken op het niveau van individuele patiënten, dan gaat het vaak over de zinloosheid van behandelingen. Maar je kunt ook kijken op een meer maatschappelijk idee, dan gaat het over, we hebben een aantal behandelingen, die zijn heel duur, gaan we die er wel vergoeden? Want als je kijkt wat we ervoor terugkrijgen, dan is dat niet al te veel soms. Ik ga het niet over dit onderste deel hebben, ik ga het alleen maar over de vraag hebben wat nu zinloze behandelingen zijn en wie dat nou precies bepaalt. Volgt u het allemaal nog? Is de tempo goed? Ja? Nee, dat lukt mij niet. Ik kan veel doen, maar stilstaan, ik doe mijn best. Ik probeer rekening te houden met u mensen. Een van de dingen die ik heel graag met u wil doornemen, is dat er heel vaak woorden worden gebruikt waar mensen niet doorvragen. Dus het woordje zinloos is een van zo'n woordjes, dat als je gaat kijken naar wat mensen daar nou precies onder verstaan, zowel patiënten als dokters, dan blijken daar verschillende betekenissen achter schuil te gaan. Dus als je naar het woordje, dus als u in de zorg zit en iemand roept morgen, gebruikt wordt morgen zinloze behandeling, meteen vragen wat bedoel je daar nou mee? En dan heb je de keuze tussen 3 interpretaties, 3 betekenissen. Zinloze behandelingen, dat kan mee worden bedoeld dat het ongewenste behandelingen zijn, dat het disproportionele behandelingen zijn of dat het futiele behandelingen zijn, dat ze geen effect hebben. En ik ga ze even door. Ja, herkent u dit al een beetje? Dus wat betekent nou een ongewenste behandeling? Nou, dat betekent dat een patiënt zegt, ik wil deze behandeling niet. Punt. En op het moment dat deze patiënt wilsbekwaam is, dan weet u, dan moet je hem inlichten en dan moet je toetsen of de patiënt begrijpt wat er gebeurt.
Maar het is een oordeel van die patiënt. Hij is daar dus ook verantwoordelijk voor. En eigenlijk is dat een oordeel wat betrekking heeft op de vraag of iemand zijn leven goed vindt gaan of niet. Dus je kunt je een situatie voorstellen waarin nog een bepaalde behandeling mogelijk is, maar dat je dan als dat een patiënt zegt van nou, ik wil dat niet. Het kan misschien wel werkzaam zijn, maar ik doe dat niet. En dan is de behandeling zinloos in de zin van dat die ongewenst is. Tweede is dat je kunt zeggen, nou ja, hij is zinloos in de zin van disproportioneel. En dan gaat het over een weging van nou ja, de baten en de lasten. Niet financieel, maar wat het iemand aan inspanning bijvoorbeeld kost. En de theorie wil dat dit een gezamenlijk besluit is. Dus van behandelend team en van patiënten. Dus shared decision making, dat is in ieder geval in Groningen het nieuwe modewoord. Het is natuurlijk al heel lang een modewoord, maar we proberen nu ook handen en voeten aan te geven. Dat zit met name in dit deel. En derde is, en daar ga ik het echt nu over hebben, is dat zinloos ook vaak effectloos betekent. En een ander woord daarvoor, dat weet u misschien, is futiele behandelingen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat een behandeling zinloos is omdat je een bepaald doel wil bereiken, maar die behandeling, dat de kans dat die behandeling dat doel gaat bereiken is tamelijk klein, of verwaarloosbaar klein. En dat is niet het expertise-terrein van de patiënt, daar gaat de patiënt niet over, maar het is het expertise-terrein van de arts. Dit is de professionele verantwoordelijkheid van artsen. En dit woordje, futiele geneeskunde of medical futility, is in de jaren 90 door een Amerikaanse arts, meneer Schneiderman, een prachtig artikel, gemunt. Waarin hij zegt van kijk, wij komen in de Verenigde Staten. Weet u misschien dat er een grote claimcultuur is, maar dat patiënten ook claimen. En artsen die werden in de jaren 70 en 80 steeds meer ongemakkelijk. Waarom? Omdat patiënten eigenlijk de behandeling gingen dicteren. Je moet dit en dit doen en als arts had je een soort cafetariumodel, daar moet je aan tegemoet komen. En artsen gingen daar behandelingen doen waarvan zij zelf vonden dat ze dat eigenlijk niet konden maken. Nu is het punt dat op het moment dat je de taal niet hebt om daarover te kunnen nadenken of over te spreken, lukt het niet om een weerwoord te geven. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus men is in de jaren 90 is men bezig geweest met theorievorming over die medical futility, om een framework, om concepten te ontwikkelen waarmee je als arts kon zeggen van ja, hier stopt mijn verantwoordelijkheid. Ik hoef dit niet aan te bieden, ik kan deze behandeling stoppen en ik heb uw toestemming als patiënt daarvoor niet nodig. Dus het is een belangrijk, hè, als het gaat over de professionele autonomie van artsen, dan zit hij voor een belangrijk deel hierin, dat er dus een klasse van handelingen is waarvan je zegt van ja, u kunt hoog en laag springen als patiënt, u wilt deze behandeling, maar ik geef hem niet, waarom niet, omdat hij futiel is. En dat is een interessante ontwikkeling geweest, daar met name in de interne geneeskunde in de jaren 90. Het gaat dus over de effectiviteit van een middel. Nou, dat klinkt hartstikke objectief. Toch of niet? En dat je kunt zeggen als arts of als patiënt, dat je kunt zeggen, ja, we gaan dit niet doen. Waarom? Nou ja, op basis van de metingen en op basis van wat we weten, is dit gewoon niet goed. Maar dat is niet zo. Besluiten vinden nooit plaats alleen maar op basis van feiten. Ik heb hem uitgeschreven. Dit is een hele simpele argumentatievorm. Wanneer kan je als arts nou zeggen dat je een bepaalde behandeling niet aan gaat bieden? Nou, dat ziet er dan zo uit. Je hebt dan een algemene regel in je hoofd. Als een behandeling zeer waarschijnlijk niet leidt tot een bepaalde uitkomst, dan hoef je die behandeling niet aan te bieden. Bij deze patiënt leidt die behandeling X zeer waarschijnlijk niet tot die uitkomst. Dus de conclusie is, ik hoef hem deze patiënt niet aan te bieden. Bent u nog met mij? Het interessante is dat je dit uiteen kunt rafelen in kenniscomponenten, handelingscomponenten en in visiecomponenten. Want als je dit ziet, is dit wat er daadwerkelijk gebeurt in de spreekkamer. Dit is de vraag of een bepaalde algemene regel van toepassing is. Dus hier zit een klinische inschatting in van de conditie van de patiënt, plus kennis over die behandeling. En dit is, heel interessant, dit is je ethische visie over wat goed is om te doen als dokter. Dus als zorgverlener, op het moment dat je handelt, dit is een super truc om ruzie te maken trouwens en altijd ook te winnen. Je weet namelijk dat op het moment dat iemand iets doet, daar altijd een interpretatie van de werkelijkheid achter schuil gaat, plus een algemene regel van wat je daar moet doen. Volgt u dit? Want nu kun je kijken, op het moment dat je bijvoorbeeld als patiënt of als collega
daartegen ingaat, kun je dus op twee manieren met iemand oneens zijn. Je kunt zeggen van ja, ik ben het niet met die algemene regel eens. Of je kunt zeggen, ik vind jouw inschatting van de situatie niet adequaat. Maar ik hoop ook dat duidelijk is dat alleen maar een beroep doen op een bepaalde situatie niet voldoende is om tot die conclusie te komen. Je kunt niet zeggen van nou ja, deze behandeling leidt waarschijnlijk niet tot iets, dus ik mag hem niet aanbieden. Dat geldt alleen maar logisch gezien op het moment dat je deze regel er ook bij hebt. Het interessante is dat het woordje effectiviteit een woordje is wat je alleen maar kunt begrijpen op het moment dat je een relatie ziet met een doel. Iets is alleen maar effectief in de zin of je er een bepaald doel mee kunt bereiken. Dus hetzelfde middel kan niet effectief zijn om doel A te bereiken en wel effectief om doel B te bereiken. Dit is een beetje abstract, maar u bent nog bij me? U doet het heel goed, want normaal zou ik hier dus 3 kwartier over doen. Oh, ik heb naar toen. Dan kun je je afvragen, wat voor doel moeten we nou stellen? Dus jij noemde al 2 doelen in je beginpraatje. Je kunt zeggen, nou, het doel van de behandeling is het doel wat de patiënt stelt. Dus ik ben hulpverlener en mijn taak is dan, wat is mijn professionele taak, om te vragen aan die patiënt van, goh, wat wil je nou eigenlijk? En dat wordt leidend in de hele beslissing. Nou, dit is nou net die positie waar Schneiderman vandaan probeerde te komen. Hij wilde nou juist dat patiënten niet alles gaan bepalen. Ik noem dit altijd cafetaria-geneeskunde. Je gaat naartoe, je zegt ik wil dit en dan is het de professionele taak van de dokter om dat te doen. Nou, dat. Je kunt ook zeggen, nee, het doel wat wij hebben is het in leven houden van de patiënt. Dus u weet waarschijnlijk hoe IC's in Amerika op elkaar in elkaar zitten, maar daar heb je 2 typen IC's. Type IC heel grofweg die wij hier hebben. En het IC voor mensen die heel lang blijven. Dus dat zijn de mensen die bijvoorbeeld in coma zijn geraakt en tot in lengte van dagen in leven worden gehouden. Dus u kent die rechtszaken van Terry Chiavo, misschien wel die mevrouw die 15 of 20 jaar in coma heeft gelegen. Dit is een restantje christelijk denken. Het is het idee dat het leven, het menselijk leven in zichzelf waardevol is, maar niet uit wat er gebeurt. Maar op het moment dat er nog maar wordt geademd en het hart klopt, dat is al genoeg. Dat komt gewoon als je kijkt in de geschiedenis bij het christendom vandaan. En daar komt het idee van dat het in leven houden van de patiënt, dat een gerechtvaardigd doel op zich is. Nou, de vraag is of wij dat nog vinden. Sommige dokters zeggen ook van nee, wat ik wil is dat ik een effect bereik. Maakt niet uit wat. Dus dat is lokaal. Ik ga hier verder niks over zeggen, want ik vind dat een heel slecht doel. En wat Schneiderman zegt is nee, waar het natuurlijk niet om gaat, is je moet niet het doel laten bepalen door de patiënt. Je moet natuurlijk wel naar hem luisteren, dat is natuurlijk wel zo. Het in leven houden van een patiënt kan nooit een doel op zich zijn, volgens Schneiderman en collega's. Het gaat erom dat je iets doet wat de patiënt als geheel een benefit geeft. Dus dat het hem beter maakt. En dat is voor het denken in met name de Verenigde Staten vrij revolutionair. Dus wat je ziet als mijn collega-ethici uit Verenigde Staten dit soort dingen voorstellen, het eerste wat er meteen gebeurt is dat ingezonden brieven komen, dat dit een soort van verkapte bezuinigingsmaatregel is. Omdat dan al die dure en lange behandelingen dan niet meer gelegitimeerd kunnen worden. Dus je moet daar altijd een beetje uitblijven. Dus Schneidermans idee, en dat was ook een beetje uit, ik heb nog 3 minuten kwam, was het idee dat het doel van een behandeling moet altijd een verbetering van kwaliteit van leven zijn. Dat is 1. En dan is de vraag van hoe effectvol moet die behandeling zijn. Begrijpen jullie nog? Dus wij doen iets met het oog op een bepaald doel. Dat doel mag dus niet het biologisch in leven zijn, volgens mij, maar moet dan de kwaliteit van leven bevorderen. Maar hoe effectief is dan effectvol? En dan doet hij een suggestie. Hij zegt, nou weet je, als je als dokter naar de laatste 100 gevallen kijkt die je hebt gehad, nou, als je gespecialiseerde dokter bent, dan heb je misschien wel, als je een longdokter bent, dan heb je 100 longgevallen gehad. Als je in die laatste 100 gevallen weet dat een bepaalde behandeling niet effectief is, die heeft niks gedaan, dan mag je besluiten dat die behandeling futiel is. En hoe je daaraan bent gekomen, of je dan hebt gehoord van je collega's, zelf hebt gedaan, uit onderzoek hebt gehad, dat is het voorstel van Schneiderman. Anderen hebben later gereageerd en die komen bijvoorbeeld met percentages van 5%. Dus als je bij 4 van de laatste 100, of 8 van de laatste 200 hebt gezien dat het iets doet en bij de rest niet, dan mag je ook
is het gerechtvaardigd om een behandeling niet aan te bieden of te stoppen zonder toestemming te vragen van de patiënt. Dus dit is interessant, omdat het woordje effectiviteit een heel hard criterium lijkt in te houden. Dat is één. Maar ik hoop dat jullie nu een beetje gevoel hebben dat zowel het stellen van de doelen als de vraag wanneer een behandeling nou effectief is, dat daarover gepraat moet worden. Dus dat het eigenlijk resultaten zijn van overleg. En in die zin misschien niet zo objectief als dat wij wel zouden willen. Ik heb daar zelf geen probleem mee, dat zit nou eenmaal in de aard van de problematiek. Maar sommige mensen worden daar wat zenuwachtig van. Tot slot, wat betekent dan kwaliteit van leven op het moment dat we vinden dat een bepaalde behandeling uit moet monden in een verbetering van die kwaliteit van leven? Ook daar kun je weer zeggen dat er drie interpretaties zijn. En ik ga hier verder niet op in, ik wil ze alleen maar noemen. En je kunt zeggen dat er een maat van functioneren is. Dus ik weet niet of u de begrip ADL kent. De hulpverleners wel of de zorgverleners wel. Dus ben je bijvoorbeeld in staat om gewoon jezelf redzaam te zijn. Dat soort zaken. Je kunt ook zeggen, kwaliteit van leven heeft te maken met de vraag hoe een patiënt zijn leven evalueert. Dus dan gaat het niet over de maat of ik kan functioneren, maar of ik tevreden ben. Ik kwam laatst, dat vond ik een interessant verhaal, maar u kent het waarschijnlijk. Ik kwam laatst iemand in een rolstoel tegen die zei dat zijn kwaliteit van leven niet was verslechterd sinds hij een ongeluk had gehad. En in die rolstoel terechtkwam. Dus volgens deze interpretatie zou zijn kwaliteit van leven echt zijn verslechterd, maar als je kijkt naar de maat van tevredenheid niet. En de derde is de meest discutabele, wordt gezegd dat kwaliteit van leven te maken heeft met de maat van menselijke ontwikkeling. Dus is iemand in staat om te communiceren? Is iemand niet helemaal afhankelijk van andere mensen? Is iemand in staat tot redelijke afweging van belangen? En op het moment dat iemand dat niet is, dit speelt ook bijvoorbeeld bij de neonatologie, wanneer stoppen we met de behandeling van een heel jong kindje? Nou, soms wordt er gezegd, nou, het is niet menswaardig. En dan heb je het niet over deze twee, maar dan heb je over die. En hier zit natuurlijk dan een impliciet idee over wat menswaardig is. Wat dat precies betekent. Wat ik u zou willen meegeven, is het volgende. Die autonomiestrijd is altijd interessant. Wie heeft er nou voor het zeggen, patiënt of de dokter? Dat speelt op de achtergrond. Er is een hoge mate een schijn van objectiviteit en zekerheid die er niet is als je doorvraagt. Het is echt heel interessant als u gewoon collega's hoort vragen, een bepaalde concept hoort rondstrooien, om dan meteen te zeggen, wat bedoel je daar precies mee? En dan zul je al heel snel zien dat je in een soort van drijfstand terechtkomt. Ja, het algemene, het individuele, we doen altijd algemene uitspraken, statistische uitspraken, maar het toepassen op individuele casuïstiek is altijd buitengewoon moeilijk. Daar zullen de volgende sprekers het vast nog over gaan hebben. En het nadenken over die belang van concepten die we gebruiken, ik kan het niet genoeg benadrukken, dat gebeurt veel te weinig en volgens mij heeft dat een negatieve impact op de kwaliteit van besluitvorming. En dat is wat ik wilde zeggen. En als u het zonder beweging nog een keer wil zien, dan kunt u mij mailen en dan krijgt u de presentatie thuis gestuurd. En dan lukt dat. Dank u wel. Dank, meneer de Brij. Ik ga verder praten met drie mensen hier aan tafel. Mag ik u hartelijk welkom voor Anne Raukema, Egbert Smit en Bernardina Van Rooy. Ja, die lens, want die was van u, hè? Ja. 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 Ja, nou doet u die lens en gaan wij vast zitten. Die is terecht. Goed van je, dankjewel. Ja, is hij veilig opgeborgen? Egbert Smit is hoogleraar longziekte, in het bijzonder longkanker, aan Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het VUMC. Bernardina Van Rooy is gepensioneerd huisarts sinds een jaar en arts palliatieve zorg. En Anne Raukema is hoogleraar oncologische chirurgie aan het Elisabeth II. Nee, Stedelijk Ziekenhuis? Nee. Nee, ik ben oncologisch chirurg in het Elisabeth Ziekenhuis en hoogleraar kwaliteit van leven in de oncologie. Aan de Universiteit Tilburg. Dat is jammer dat ik dat dan verkeerd ging zeggen. Eerst maar even de vraag. Is doorbehandelen iets anders dan behandelen? Jullie mogen zelf kiezen hoor, wie het woord neemt. Ja, ik vind het, dit is een. Ik ben het met Menno eens dat je heel goed moet definiëren waar hebben we het eigenlijk precies over. Ik denk dat doorbehandelen eigenlijk niet de juiste term is als het gaat over waar we het hier over hebben.
Ik denk dat de juiste term daar is overbehandeling. En ik denk dat dat te lang doorbehandelen, overbehandelen. Dat disproportionaliteitsbeginsel, dat concept waar Menno het over had, dat daar heel belangrijk is. Als de baten van de behandeling niet meer opwegen tegen de opbrengst. En dan is de opbrengst, ja, welk doel moet die opbrengst dan zijn? Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik praat liever over overbehandeling dan over doorbehandeling. Omdat daar een hele negatieve connotatie aan zit aan een doorbehandeling. Namelijk dat je dokters niet meer willen stoppen met hun behandeling. Dus ik praat liever over overbehandeling. Zijn jullie dat eens met Egbert? Dat doorbehandelen op zich eigenlijk een hele rare term is? Nou ja, ik denk dat er een soort punt komt waarop behandelen niet meer als vanzelfsprekend is. En het klopt wel, denk ik, bij doorbehandelen, dat je dan denkt van het gaat te ver. Maar dat denk ik ook wel bij overbehandeling. Want dat gaat ik denk dat overbehandeling de juiste term is. Ding. Ja, precies. Maar overbehandelen, dat komt sowieso. En doorbehandelen, dat kan nog goed zijn, maar niet meer per se vanzelfsprekend. Precies, ja. Ja, maar tegenwoordig is doorbehandelen toch, dat heeft wat jij zegt een negatieve connotatie. Maar overbehandelen is eigenlijk iets anders. Want overbehandelen is iets dat we een heleboel mensen overbehandelen omdat we ze nodig moeten behandelen. Maar doorbehandelen, zoals door heel veel mensen wordt, dokters hebben mij doorbehandeld. Bijvoorbeeld de longarts gaat door met chemotherapie. Dat is op dit moment wel wat in volksmond een geaccepteerde term is. En dan is het op het punt van dat je inderdaad kunt besluiten van gaan we nou door of niet. Ja we gaan door. Dan weet ik nu even niet wat we gaan gebruiken vanavond. Nou, maar dat illustreert toch heel mooi waar het over gaat. Ja. Dus volgens mij hoef je dat ook niet te doen. Hoeven niet er nu een definitieve. Zijn jullie het eens met die conclusie van de KNMG dat er te veel wordt doorbehandeld, overbehandeld? Dus dat de artsen dan te veel gaat om het levensverlengen en niet genoeg om de kwaliteit van leven? Wat vinden jullie? Nou, ik denk, daar zitten zoveel aspecten aan. Menno heeft een aantal zaken genoemd in zijn presentatie, wat ik heel erg miste eigenlijk. En waar ik denk dat een medisch specialist heel erg voor staat, is van, ik heb een patiënt die in feite in zo'n slechte conditie is, dat je het eigenlijk niet zou mogen aanbieden. En dan praat je over effecten. Maar dat die slechte conditie van de patiënt, die een patiënt niet altijd zelf inschat als zodanig, en dan toch vraagt van, maar ik wil toch dat je doorgaat. Dat heb ik eigenlijk een heel klein beetje gemist. Ja, maar laten we het erover hebben. Heel concreet, wat zien jullie gebeuren aan doorbehandelen waarvan jullie denken, nou dat is eigenlijk, dat gebeurt misschien op grote schaal, ik weet het niet. Maar daar heb ik moeite mee. Waar hebben we het over? Wat voor behandelingen, wat voor situaties? Ik maak het denk ik dagelijks mee dat ik me afvraag, waarom wordt deze behandeling doorgezet? En dat geldt wanneer ik op de IC zit bij de bespreking. Dat geldt wanneer ik in de oncologiecommissie zit en er toch nog wordt besloten tot het geven van chemotherapie. Want Menno liet dat zo mooi zien. Als je bijvoorbeeld 5% kans hebt dat iets wat doet, dan wordt er behandeld. En ik ben altijd erg geïnteresseerd. Dat is echt heel weinig, vind je? Heel weinig. Ik ben erg geïnteresseerd in de 95% die er geen bal meer opschiet. Maar jij zegt, jij zit erbij. Ben jij dan degene die zegt van, mensen, we kunnen misschien beter het niet doen? Ja, daar ben ik inderdaad berucht om. Ja. Daar word ik als lastig gezien. Daar is regelgeving voor, dus ik ben het in zijn algemeenheid enorm eens met de KNMG dat we te veel behandelen. Maar als wij in de spreekkamer zitten en mevrouw Janssen vraagt aan mij of ik toch niet wil overwegen een bepaalde behandeling te doen, dan ga je vaak toch voor de bijl. Dus ik vind persoonlijk dat wij als beroepsgroep in ieder geval de wijsheid zouden moeten hebben om kritischer met z'n allen te kijken van moeten we dat wel doen. En je zegt het wordt ook irritant gevonden dat jij überhaupt al die discussie opwerpt. We kunnen ook Ja, tuurlijk, want ja, je hebt gezworen dat als mevrouw Janssen bij jou komt, dat je alles voor haar zult doen. Dat is de feiten. De eet van de ja. Ik denk het niet. Nee, denk het ook. Nee. Even nou, reageer. Nee. Ben er nu? Nou ja, ik heb in een palliatief team in de AMC gewerkt en ik geef nu onderwijs palliatief zorg aan medisch specialisten. En
Misschien is het een uitgeselecteerde groep die dan bij ons op de cursus komt. Maar heel veel mensen zeggen juist van... ik vind dat zo'n behandeling niet meer moet plaatsvinden. En niet van iemand steekt zijn vinger op, moet je dat nou nog wel doen, hè, van de collega's. Van, en dat klopt. Maar in dit geval was het zo moeilijk om toch nee te zeggen. En wat zijn dan de criteria? Want die persoon wil echt tot het gaatje gaan, het gevoel hebben voor zijn familie, om er alles aan gedaan te hebben. En ik denk dat wij ons in onderwijs heel erg moeten concentreren op hoe kun je nou als dokter in het gesprek met de patiënt tot een beslissing komen dat misschien dat tot het gaatje gaan helemaal niet altijd nodig is. Want voor wie moet dat dan? Nou wil ik over die verhouding met de patiënt nog veel meer hebben, maar eerst toch nog even die houding van de arts zelf. Die behandelstand, hè? Ik ben altijd degene die zegt van waarom heb je eigenlijk geen behandeling gegeven? Ja, oh, jullie zijn dus leuk met elkaar. Ik ben een echte doorbehandelaar, om het zo maar eens te zeggen. Waarom dan? Ja. Nou, heel erg moeilijk vind, is die logische redenering die hier geprojecteerd werd over het woordje waarschijnlijkheid. En daar gaat het om. Kijk, waarschijnlijkheid is een statistisch begrip. En als er iemand voor jou zit die 15% kans heeft dat hij nog een redelijke remissie heeft op een bepaalde vorm van chemotherapie of bestraling, waardoor zijn kwaliteit van leven kan verbeteren, dan is het inderdaad zo dat jij 8,5 van de 10 keer heb je het fout gedaan. En dan denk je achteraf van ja, dat was ook eigenlijk een ongelukkige keuze die we daar met z'n tweeën hebben gemaakt. Ja, je weet het niet van tevoren. En het moeilijke is dat wij... En als ik dan even het academische standpunt vertegenwoordig. Het moeilijke is dat wij geen modellen hebben om te voorspellen vanuit dat statistisch gegeven. Is die kans nog hoger dan die 15% die voor die hele club geldt? En wie behoort er waarschijnlijk tot die waar jij geïnteresseerd bent, die 85? En is er dan een percentage En dat hou ik patiënten voor. Ja. Wat ik patiënten voorhoud is, er is een kleine kans dat het werkt. Ik kan je niet vertellen of jij tot die kleine club behoort. En er is een zekere kans dat je bijwerkingen van behandeling krijgt. Want die zijn er altijd. Of je nou wel of niet behandelt, of je nou wel of niet een actieve behandeling geeft, of je wel of niet een behandeling geeft enkel en alleen in de palliatieve sfeer. Er zijn altijd bijwerkingen. Dat weten we zeker. En in die weging moeten mensen vooral, die aan de andere kant van of patiënten en vaak ook hun naasten, moeten een weging maken van wil ik dat nog aan of niet. En is er een percentage zo laag waarbij jij denkt van nou, nu is de kans dat dit deze specifieke patiënt gaat helpen zo klein dat... Ja, kijk, het enige waar ik wat van weet is van longkanker. En longkanker is nou een typisch voorbeeld van kleine kansen geneeskunde. Daar is de kans altijd klein dat je iets goeds doet. En in die onzekerheid moet je je bewegen. En dat valt niet altijd mee. En dan is het zo dat niet alleen dokters in de behandelstand staan, maar mensen staan ook in de behandelomvangstand over het algemeen. En praten over, laat ik zeggen, de situatie waarin behandelingen niet meer werken, dat duurt een hele tijd voordat dat bespreekbaar is bij patiënten. En ik denk dat wij daar veel meer een gezamenlijke taal missen, om nog even in die situatie te blijven, dan de gezamenlijke taal van het verder behandelen is altijd makkelijk. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt als dokter iemand altijd in een behandeling praten als het gaat over... Ja, dat willen we altijd wel. Dat willen we altijd wel. Maar iemand voorhouden dat een behandeling echt niet meer zinvol is, niet meer het doel dient waarvan jij dacht dat het zou kunnen dienen, dat is veel lastiger. En daar hebben we een gemeenschappelijke taal voor nodig die je ook als dokter samen met je patiënt moet ontwikkelen. Dus daar gaat een heel proces aan vooraf. Anne, toch nog even, als jullie nou bij elkaar in een team zouden zitten en je zou het horen, nou het percentage, dat zegt toch, je weet pas achteraf in welke, nou ja, of het voor deze patiënt gehoord of niet. Wat zou jij dan zeggen? Wij zaten net naast elkaar en wij zouden denk ik makkelijk bevriend kunnen zijn.
Nou, wie weet. Allebei noordelijk. Maar wij zouden elkaar voortdurend op dit domein in de haren vliegen. Nou, doe eens dan. Nou, ik vind echt dat als wij als... Kijk, als je kijkt wat de politiek doet... Hè, de politiek durft op dit vlak geen besluiten te nemen. Die spaart de kool en de geit. Er is altijd wel een familielid van de Kamerlid... die weer een tranentrekkend verhaal naar voren heeft gebracht. Je vindt eigenlijk dat de politiek het zou moeten beslissen? Deze mensen wel, deze mensen niet? Nee, de politiek heeft er geen verstand van. Dat zouden ze moeten inzien. Ik vind dat wij als professionals, zoals we hier bijvoorbeeld aan tafel zitten... zover zouden moeten komen dat we met z'n allen afspreken... als we op deze weg doorgaan, als al die behandelingen maar blijven doen... dan blijft er zo weinig over om nog te besteden aan zorg. Hè, de term gezondheidszorg bestaat uit twee woorden, gezondheid en zorg. Gezondheid, daar worden miljarden in verdiend en dan uitgegeven. Zorg kost alleen maar geld. Dus die woorden beginnen steeds minder met elkaar te maken te krijgen. En daar moeten we een keer wat aan doen. Dus je kunt op onderdelen kokerdenkend wel zeggen... ik wil blijven doorbehandelen, want mevrouw Jansen heeft mij dat gevraagd. En dat kan ik ook best billiken. Maar als wij niet het fatsoen hebben als beroepsgroep... om onderhand daar iets aan te gaan doen, wat we nu met z'n allen aan het doen zijn... dat is een heilloze weg. Dus je vindt niet alleen het belang van de patiënt... maar je vindt dat je ook verantwoordelijk bent als arts... voor dat beperkte geld dat er te besteden is, ja, en de verdeling daarvan. Ja, dat vind ik wel. Wat vinden jullie, Bernardine? Ik denk het wel, maar niet aan tafel met de patiënt in discussie. Precies, dat ben ik met je eens. Dat je zegt, ja, maar dat is een beetje te duur. Ja, precies. Nee, dat kan je niet meer. Maar wel in je achterhoofd zit het dus wel. Ja, maar ik denk dat de chirurgen, dus de wereld waar ik uitkom, beter moet definiëren van dit soort behandelingen. Daarvan hebben we nou te voldoen aangetoond dat de kans dat succes heeft zo gering is... en dat er zoveel mensen schade door lijden terwijl ze er een bal mee opschieten... daar zullen we onderhand andere definities voor moeten maken. En dan vind je dat het een afspraak moet zijn, niet steeds... En dan moet het een afspraak zijn en dan kun je daarmee ook naar de patiënt toe. Dat wij daar met z'n allen over hebben en dat doen we nu niet. Ja. Nou, dat weet ik niet zo. Menno die had zo'n tweedeling daarnet van zinloos en wat moet het allemaal kosten... en daar praten die maar even niet over... Dus dat is makkelijk, maar ik denk dat wij als beroepsgroep het met elkaar eens moeten worden van wat voor effectiviteit, wat voor kansen op een succes van een behandeling vinden wij eigenlijk acceptabel. Als hier gezegd wordt, nou ik vind 10% vinden wij, hè, als we dat nou afspreken met z'n allen is niet acceptabel, dan denk ik dat we naar effectiviteit van behandeling moeten kijken. Nog even zeggen, wat was het effect nog maar dat we beoogden met een behandeling? Maar goed, als de effectiviteit gemeten wordt, bijvoorbeeld in kwaliteit van leven... en wij vinden dat er tenminste 20% kans moet zijn op, hè, met z'n allen... verbetering van kwaliteit van leven met een behandeling... als dat de maatstaf is als beroepsgroep... Nou, dan moeten we vervolgens zeggen, ja, maar hoeveel mag dat dan kosten? Maar is kwaliteit van... Ja. En is kwaliteit van leven zo goed uit te drukken in percentages verbeteren? Ja. Menno zei, ja, dat is, wordt altijd gezegd, maar... We zaten daar net naast elkaar erover te praten. Ik denk dat dat zinloos is om daar zo over te praten. Ik denk dat de kwaliteit van leven goed meten zo ongelooflijk moeilijk is. Dat het eigenlijk niet doenlijk is om daar een beslissing over te nemen op behandeling. Dat denk ik is mijn privé mening. Maar je kunt de kwaliteit van leven wel op allerlei verschillende manieren meten. Maar dat is... technisch moeilijk uitlegbaar. Yeah. En om daar dan hele belangrijke klinische consequenties aan te verbinden is heel moeilijk. Maar ik vind wel dat je een redelijke inschatting kan maken wat het invloed op de kwaliteit van leven zou kunnen zijn. Dat is toch zo dan? Nou, nee, maar de enige die kan zeggen wat de kwaliteit van leven is, is de patiënt zelf. Ja, maar die kan ook niet, als je het hebt over inschatten wat de gevolgen zijn op de kwaliteit van leven, is ook moeilijk voor de patiënt. Ja. Dus daar moeten we ze bij helpen. Bernardine, jij wou daar iets op zeggen? Nou, ik vind dat we heel erg vanuit die dokters praten. Misschien is dat op een stukje van net. Ja, dit is het stukje. Okay. Ja, nee, dat moet ook. Daar zit hier, dacht ik. Ja, dat mag nou. Ja, nee, maar nou, we gaan zeker de patiënt nee, niet ik vind dat het oog verliezen. Zeker. Ja. Ik heb nogal eens mensen gezien, als je praat over kwaliteit van leven, die heel duidelijk zeggen van, had ik die behandeling maar nooit genomen, want daarna is het zo slecht met me geworden. Dus dat is zeker wel wat ze kunnen inschatten. Ik vraag me af hoe vaak het aan de orde komt tijdens zo'n gesprek over behandelingen. Jij zegt ik wel... Ik vind het probleem nu dat je zegt van, ik heb mensen gesproken die achteraf zeiden. En dat is de crux.
De crux is, wij moeten van tevoren een inschatting kunnen maken en dat reëel met patiënten bespreken. Wat voor impact heeft dit voor jou, ja, deze behandeling? Bel je dan bijvoorbeeld met de huisarts om eens te overleggen daarover? Jij kent de patiënt, je volgt de patiënt als huisarts. En kunnen wij met elkaar hier eens over praten of dit zinvol is om dat aan te bieden aan die patiënt? Ja, dat heb ik eigenlijk nog niet zo vaak gedaan. Maar je vindt het wel goed, je zegt het een beetje zo beschaamd. Het klinkt alsof je vindt ik het echt wel had moeten doen. Luisteren, ik ben getrouwd met een huisarts, om mee te beginnen. En ik kom uit een huisartsgezin. Dus ze weten alles van. Ze weten alles van. Huisarts hebt. Nou ja, nee, maar kijk, ik denk in het vak waarin ik zit, ik behandel enkel alleen mensen met longkanker. Die komen zo vaak bij een medisch specialist. Je kent ze. Dat je die wel op een gegeven moment heel erg goed leert kennen. Is de makker natuurlijk wel, hier in Amsterdam werk ik in een derde lijns verwijscentrum. Dus mensen wonen heel ver weg over het algemeen. Dus dat is contact met huisartsen anders dan in een, laat ik zeggen, in een perifeer ziekenhuis. Heel anders dan in een universiteitsziekenhuis of in een gespecialiseerd kankercentrum. Dus overleg met huisartsen of wij werkelijk een behandeling moeten beginnen, dat kan ik me niet herinneren dat ik dat ooit gedaan heb. Hmm. Ja, ik weet niet of ik daar trots op moet zijn, maar ik heb het in ieder geval gedaan. Die mensen komen natuurlijk vaak bij de huisarts, bij ons, om hierover te praten. Van, en zou ik dat nog moeten doen? En je hebt dan als huisarts, denk ik, het nadeel dat je de impact van al die behandelingen niet voldoende kent. Dus jij belt weer met de medisch specialist. Ik weet niet hoe vaak jij door de huisarts gebeld wordt. Ook weinig. Ja. Maar het kost ook allemaal tijd natuurlijk, hè? Ja, maar het gaat niet om niks natuurlijk. Nee. Hè? Vind je het belangrijk dat de huisarts daar een rol in speelt als het gaat over die kwaliteit van leven? Even wat meer kan vertellen over de patiënt? Ik vind dat de rol van de huisarts in onze zorg voor een belangrijk deel is ondergesneeuwd. En ik bel dagelijks wel 3 of 4 keer mijn huisarts. Kijk. Dat is heel, heel gewoon. Ja. En wij zijn verwijscentrum voor slokdarmchirurgie in Zuid-Nederland. Dus die huisartsen voor mij zitten ook overal. En wat hoor je dan? Wat je niet weet of ziet als je zelf... De situatie rondom een patiënt hoor je dan. Dan weet je, die huisarts, krijg je de assistent aan de lijn. Ik wil de huisarts graag, dat doe je via de spoedlijn. Hè? Want die huisarts die krijg je aan de lijn. Dus je tikt dan meteen de spoedlijn in. En dan... De hele dag door bellen met die spoedlijn, okay. En dan vragen ze over welk patiënt gaat het. En dan noem je altijd de straat, niet de geboortedatum, maar de straat. En dan weet je de assistent precies om welke... En dan krijg je de huisarts, dan kun je dan even mee overleggen. Als je een lastig besluit moet nemen over het wel of niet voortzetten van de behandeling... Maar ook als het bijvoorbeeld heel erg tegen zit. Als wij slokdarmsecties doen, dan gaat nogal eens een keer wat niet goed. En dan zijn we gewend om die huisarts in te lichten tijdens de fase dat de patiënt in het ziekenhuis ligt. En dat kost niet veel tijd. Dat is zo gebeurd. En soms zeg je tegen de assistenten, als die bezig is. Maar dat vinden wij heel waardevol. En het maakt niet zoveel uit of die in Groningen zit of in Limburg als je iemand behandelt. Nee. Dus wat dat betreft, natuurlijk is het een voordeel als je elkaar goed kent, zeker. Yeah. Hè? Maar in dat palliatief team waar ik in heb gezeten, is natuurlijk ook een derde lijn ziekenhuis. Hebben we elke patiënt die we op de poli kregen, hebben we met de huisarts gebeld, onmiddellijk. En nou, ook over het hele land. Okay. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vind dat... De kern van ons handelen, als het gaat over behandeling van longkanker, is palliatie. Toch? Wij genezen niemand die met gemetastaseerde longkanker, ook niet met zogenaamd operabel longkanker. Daar vraag ik me ook sterk van af of mensen daar wel mee genezen. Dus die behandeling is in essentie gericht op palliatie. Echt niemand? Het is gewoon, dat is je... Nou ja, zonder al te technisch te worden, maar het 5 jaar overlevingspercentage longkanker is al jaren en dag 15%. Ja, helemaal. Dus daar hebben we het over. En die 15% die komt uit 10, dat is een hele kleine club van mensen. De overgrote meerderheid die presenteert zich met gemetastaseerde ziekte. En van die gemetastaseerde ziekte is het zo dat, dan praat ze al enkel en alleen nog maar in termen van 1 jaar overleving, of misschien wel 2 jaar overleving. En als je heel veel geluk hebt, en je kanker heeft een heel bepaald kenmerk, dan praten we nog over 5 jaar overleving.
Dus het is altijd enkel en alleen palliatie. En tegelijkertijd is het een heel technisch beroep. Begrijp je? Want, laat ik zeggen, bij mij thuis, als ik praat over behandeling en behandelingseffect van longkanker met een huisarts. Ja, die zit dan soms ook wel te kletsen met de oren van waar heb je het over? Hè? Dus er zijn, dat is niet eenvoudig omdat... Wat bedoel je dan? Maar bedoel je nou van het is, je moet er technisch, aan de ene kant heel technisch iemand zijn en tegelijkertijd een soort van heel zorgzaam... Nou, je moet weten wat er aan de hand is, je moet weten wat de mogelijkheden zijn, je moet weten wat de potentiële uitkomsten daarvan kunnen zijn. Dat is allemaal in die weging van impact van behandeling en potentiële uitkomst. En soms is het zo dat we een enorme impact maken op de kwaliteit van leven, in negatieve zin, om uiteindelijk iets positiefs te krijgen, wellicht. En ik moet zeggen, met collega-artsen daarover, zelfs met collega-specialisten, is het soms heel erg moeilijk om daaruit te komen van moet je dat nog wel doen of moet je dat niet doen. Ja. Er is ook een kwestie van kennis. En ook daar denk ik dat wij een gemeenschappelijke taal, meer dan nu het geval is, een gemeenschappelijke taal moeten ontwikkelen om daarover te praten. Bernardine, jij geeft landelijke cursussen palliatieve zorg. Wat is, ja, ik weet niet of dat er is hoor, maar is er een soort van belangrijkste les, iets wat, waarvan je denkt van dit gaat te vaak mis, dit wil ik iedereen bijbrengen, is er zoiets? Nou, ik doe dat al zeg maar bijna 20 jaar, en wat heel erg verheugend is, is dat je een enorme verbetering ziet toch van de kwaliteit van de artsen, waren huisartsen, verpleeghuisartsen, nu dan medisch specialisten. Komt dat dan? Eindelijk. Eindelijk? Ja, toch? Nou ja, daar zijn we 1 jaar of 12 mee bezig. En je ziet de laatste jaren dat er een enorme toename is van inschrijvingen. Ja. Van, en dus nu die verbetering is door de... Door die training, of hoe komt het? Nou, dan? En niet omdat het in de basisopleiding zit of in de vervolgopleidingen. Maar langzamerhand komen er toch ook wel wat meer palliatieve teams in de ziekenhuizen. En ik denk dat deze opleidingen er wel toe bijdragen. Het zijn vaak mensen die ook in een palliatief team gaan werken of werken. Of dat in hun ziekenhuis gaan opzetten. En misschien dat... Ook jongere artsen, zeker ook voor dat andere stuk, dus het niet doorbehandelen, oog krijgen. He, van, je zit daar niet alleen maar als arts om te zeggen van nou, we gaan je dit en dit en dit geven aan kuur. Maar je zit natuurlijk ook als arts daar om te kijken van, nou, bij een aantal mensen en bij de longkanker geldt het natuurlijk helemaal, zal het niet lukken en hoe gaat het dan verder? En hoe ziet jouw leven er dan verder uit? Welke keuzes wil je dan gaan maken? Dat is natuurlijk ook een onderdeel wat een medisch specialist moet gaan doen. En je zei even, maar dat weten al die artsen in de zaal, in de basisopleiding daar is er niet of nauwelijks weinig aandacht voor. Weinig aandacht. Hoeveel en nu, waar hebben we het dan over? Nou, ik denk 2 jaar geleden was het in de basisopleiding, zeg maar... Volgens mij iets van 3 uur of zo, palliatieve zorg. 3 uur in de hele, ja. Dat is dan een beetje het. En daar wordt wel degelijk nu hard aan gewerkt. Om dat gewoon structureel in de basis te krijgen. In de vervolgopleiding, ik weet dat in ieder geval van de huisartsgeneeskunde. Dat daar, in het begin hadden we een keuzevak palliatieve zorg. Dan hadden we zo'n 18 mensen van een cohort van 72 die dat dan een jaar deed. Nu is het veel meer geïntegreerd in het onderwijs voor alle huisartsen die de huisartsopleiding doen. Maar sinds heel kort. Ja. Anne, jij hebt wel eens gezegd dat wat er gebeurt in spreekkamers, hoe artsen afwegingen maken, waar ze over praten, dat eigenlijk een black box is. Dat we geen idee hebben. Nee. En als je het heel even dan hebt over kosten. De kosten in de zorg worden gemaakt in de spreekkamer. En daar hebben we heel weinig zicht op. Dus de afspraken die tussen patiënt en dokter worden gemaakt, die gaan niet alleen over dure chemotherapie, het gaat ook over alle mogelijke vormen van diagnostiek. En je wil heel graag je patiënt te vriend houden, je wil de patiënt graag geruststellen, je wil de patiënt graag helpen. En daar,
daar genereren wij de kosten. Dus ten aanzien van de diagnostiek en ten aanzien van wat we aan behandelingen geven en hoe lang we dat doorzetten. Moet dat onderzocht worden, wat jou betreft? Gewoon die, ja, ik weet niet of het onderzocht hoeft te worden, want het helpt geen moer wat we daaraan doen. Komt de Gezondheidsraad met een mooi rapport over de follow-up in de oncologie. Nazorg naar kanker heb ik mogen meehelpen. En dan wordt er afgesproken, nou, als we nou met z'n allen in Nederland dan eens afspreken dat als een patiënt een jaar na de behandeling van kanker, als alle behandelingen een beetje klaar zijn, dat dan een nazorgplan wordt gemaakt en dat dan wordt afgesproken wie het verder doet, dan gaat de patiënt gewoon weer terug naar de huisarts, want die kan dat het beste. Er komt niets van terecht. Gebeurt helemaal niet. Patiënten willen het niet, specialisten werken er niet aan mee, dus om maar niet meteen te zeggen ze willen het niet. En dat alles bij elkaar, ja, die black box, je kan de camera's ophangen. Nee, er zijn echt hele mooie studies over gedaan, waarbij je kijkt hoe reageert de dokter en hoe reageert de patiënt. Dat gebruiken wij bij onze colleges voor de psychologie-studenten, medische psychologie-studenten. Heel leerzaam is dat. Het is heel interessant, zeg je, maar het gaat toch niet veranderen. Ik ben bang dat we het op die manier niet gaan redden. Nee. Er zal een soort van algemene maatschappelijke bewustzijn moeten komen over dat thema. Ik ga even naar u. Want u heeft vast vragen of reacties of eigen ervaringen. Ja. Kunt u ook zeggen wie u bent of wat u bent, als dat relevant is? Mijn naam is Kea Vogelberg. Ik ben gepensioneerd huisarts en werkzaam in onderzoek en onderwijs in de laatste levensfase. En wat ik heel een reactie en daaraan gekoppeld een vraag aan de drie sprekers. Over het gesprek wat ik nu gehoord heb, gaat heel expliciet over de grote letters daar. Drie dokters die bezig zijn met de controle van de dood. Maar er is helemaal nog niks gezegd over de dood. En nog minder over de angst voor de dood. En ik voel de zitterende angst van de dood hier bij die drie dokters. Want waar hebben we. Jullie spraken het alleen maar over beslissingen nemen over een behandeling al of niet door te laten gaan. Maar jullie praten, geven er wel voorlichting over dat je bijwerken kan krijgen. Maar waar gaat het eigenlijk over? Over het voorbereiden op sterven. En wat betekent dat? Dus dat je afscheid gaat nemen, dat je moet je gaan voorbereiden op loslaten. En daar kom je die angst voor de dood tegen. En ik denk dat we daar allemaal met z'n allen bang voor zijn. En dat we daar vanavond eigenlijk over zouden praten. We hebben dus nu drie kwartier gepraat over alles behalve over angst voor de dood. We gaan het meteen doen. Want u voelt een zinderende angst hier aan tafel. Nou, dan misschien ook bij mij, want ik heb het ook niet gevraagd. Nou, zeg het maar. Bent u bang voor de dood? En speelt dat een rol in uw functioneren als het is misschien heel persoonlijk. Die mevrouw heeft ontzettend gelijk. Als je naar dat plaatje kijkt. Ja, we hadden gewoon, ja. Nou is zij huisarts af, begrijp ik. Hey, u was huisarts gewoon. Dus je hebt een hoop meegemaakt. En ik denk dat u heel erg gelijk hebt, want zoals wij met z'n drieën nou hebben zitten praten, fietsen we op alle mogelijke manieren zorgvuldig om het thema van het doodgaan heen. En ik heb heel veel aan stervensbegeleiding gedaan. Ik heb heel veel patiënten dood zien gaan. Ook euthanasie aan meegewerkt. Al die dingen heb ik allemaal. En we hebben het er nog niet over gehad. Maar dat komt ook wel een beetje. Omdat het zo niet gescheiden is. Ja, ik wou zeggen, dat is dan waarschijnlijk mijn angst voor de dood. Want ik heb er niet naar gevraagd. Nee, maar ik denk wat we aan doen en wat jij steeds benadrukt. Dus van ons uit een aantal dingen benadrukken. En juist als die patiënt hier aan tafel komt, zeg maar. Gaan we het daar wel zeker over. Dan wordt dat natuurlijk een onderwerp. Het is net ook wat ik zei, hè, van dat pad richting het sterven. Dat moet je als arts natuurlijk ook, specialist natuurlijk ook bespreken met mensen. Maar ik denk dat zodra de patiënt, wij het over de patiënt mogen hebben. Maar ik vind het toch ook een interessante vraag. Van speelt, ik zei het in de inleiding, kunnen artsen, is angst voor de dood ook bij artsen een dingetje, waardoor het moeilijker is om erover te praten. Volgens mij is het absoluut zo. Ja. Ik denk echt dat en de patiënten en de dokters zijn bang voor de dood. We zijn er niet op voorbereid. Er zijn geen ervaringsdeskundigen, dus we doen het allemaal maar één keer. En een enkeling die dat dan heel mooi naar buiten heet, die filosoof met het ene been ook weer, die pas. Dat vond ik echt een fenomeen, zoals die man erover praatte, vond ik fantastisch. Maar wij praten niet, ik praat als chirurg niet met van,
met de patiënt over de vraag van bent u bang om dood te gaan? Dat, nee. Dat doen wij wel in de praktijk. Zou het goed zijn om dat wel te doen? Ik denk het wel. Ja. Bent u bang of dood gaan? Of hoe wilt u doodgaan? Ja. Vraag jij dat zo? Ja, zeker. Ik heb geen enkele illusie dat ik controle heb over de dood in mijn vak. Je zei is al, iedereen eigenlijk. Bijna iedereen die behandelt. We hebben allemaal geen prognose, denk ik dan maar. Nee. Maar die mensen die hebben nog een veel kortere prognose. Ik praat dagelijks over de dood. Ja. Bijvoorbeeld in ons ziekenhuis moet je altijd een code invullen van A, B of C. Van of jij nog gereanimeerd wil worden en of je nog naar een IC wil. Of dat je helemaal geen behandeling meer wil. Nou, dat bepraat ik elke dag met mijn patiënten of je dat wel of niet moet doen. Wat een lastiger onderwerp is wat denk Bernadine aankaart, is van de weg daar naartoe. En hoe doe je dat dan? Moet je altijd ondersteunende behandeling geven? Is het zo dat vormen van antikankerbehandeling eigenlijk een onderdeel zijn van die weg naar de dood toe? Dat denk ik eerlijk gezegd zelf van wel. En daarom wordt dat gesprek over wel of niet doorbehandelen en de weg naar de dood toe, dat gaat een beetje door elkaar heen lopen op een gegeven moment. En dat is een van de dingen die je denk ik heel erg lastig maakt. En waar je een gemeenschappelijke taal moet ontwikkelen. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Andere vraag, reacties. Goedendag, mijn naam is Karin van der Winkel. Ik ben de spreekbuis van een patiënt die ik langdurig heb begeleid. En wij zijn inderdaad in de neerwaartse spiraal terechtgekomen dat de uiteindelijke euthanasiewens van mijn man niet gehonoreerd kon worden. Omdat de artsen daar zelf, de scanartsen ook, reuze veel problemen mee hebben gehad. En ik heb 2 jaar geleden een essay geschreven voor NRC Handelsblad. En dat kost maar 2 minuten. En daarin heb ik onze ervaring opgeschreven. En als u het goed vindt, zou ik die graag even willen voorlezen. Omdat daarin ook die angst voor de dood, zowel vanuit de patiënt als vanuit de artsen, wordt weergegeven. Ik hoop dat u mij dat wilt toestaan. De 2 minuten, is het echt 2 minuten? Doet u, dat vind ik, nee, dat vind ik eigenlijk toch. Kunnen we het ergens vinden? Is het te vinden op de... Ik heb het uitgebreid. Ik wil namelijk ook zeggen, het gaat over een bekende Nederlander en dat ook speelt. Het gaat om de heer Fred Emmer. Die dus, omdat hij een bekende Nederlander is, niet geëuthaniseerd werd omdat dat in de openbaarheid zou komen. En dat aspect heb ik nog niet gehoord, dat meespeelt. Waar kunnen we dat stuk vinden, als mensen dat willen lezen? Niet geopenbaard, omdat het anders in de verkeerde pers terecht zou kunnen komen. Maar ik dacht dat ik het op dit moment bij deze mensen in deze kleine kring zou kunnen delen. En dat wordt mij dus niet gegund. Nee, dit wordt ook allemaal gestreamd en dit is ook openbaar, hè? Toch wel. Ja, maar ik denk dat het vanuit deze setting, en nu we een paar jaar verder zijn, op een wat meer kwalitatieve manier behandeld kan worden dan de sensationele manier waarop het eerder is benaderd. Ik ga het spijt me. Ik ga het toch nu niet doen, maar ja. Misschien kunnen we het verspreiden op de balie. Ja, moet u bij haar zijn. Zetten we het op. Nog één korte vraag of reactie? Nee. Dan nodig ik graag hier aan tafel, onder u luid applaus, journalist Geeske Hendriksen. Blijf vrij ziek. Welkom. Je hebt zelf een microfoon, hè? Hoor jij die? Op jouw initiatief is er een training. Volgende week is de pilot van die training De Dood en de Dokter. De volgorde. De Dood en de Dokter. De Dood en de Dokter. De Dood en de Dokter. Zo meer over die training. De aanleiding was heel persoonlijk. Het overlijden van jouw man, Boudewijn Brinkman, augustus 2013. Hij overleed aan alvleesklierkanker 14 weken na de diagnose, 5 palliatieve chemokuren later. Wat ging er daar mis, waardoor jij denkt, dit moet anders, dit moeten andere mensen niet meemaken? De taal van meneer Smit ging mis, het gebrek aan taal, de black box ging mis. Het feit dat het zomervakantie was, ging mis. Ik heb er op aanraden van 1 van de 7 huisartsen
die hem tijdens die zomer heeft gezien en twee oncologen. Een van die zeven huisartsen heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd, schrijf het nou maar eens op, want anders dan blijft het zo zeuren. Dat heb ik gedaan. Mijn eerste stuk heette, krijg nooit terminale kanker in de zomer en bid voor een dappere dokter. Want waarom is het zo? Wat is er zo? Nou ja, dit is eigenlijk een beetje buiten. Dat onderwerp heb ik geparkeerd. Iedereen gaat op vakantie. En als je dan ziek bent, zijn er zeven paar ogen die de patiënt zien. En die zien dus met z'n allen eigenlijk niks. En dat is gewoon een ander probleem. Wat er dus gebeurde is, hij had eerst een internist die zag dat het mis was. Na drie weken heeft de oncoloog hem eigenlijk overgenomen van de internist. En eigenlijk is er nooit, maar dan ook nooit, het gesprek geweest wat we zo graag allemaal zouden willen voeren. Namelijk, hoe ver bent u met uw alvleesklierkanker? Alvleesklierkanker is denk ik net zo slecht te genezen en misschien nog wel slechter dan longkanker, als longkanker. Dus eigenlijk, wij waren natuurlijk ook mensen die gingen googlen, dus wij wisten in no time, dit is goed fout. Maar het gesprek over wat gaan we nou voor behandelingen doen, wat wil je, wat wil je nog doen? Er werd wel over prognose gesproken, maar eigenlijk weet ik nu, dat is wijsheid achteraf, dat je het daar ook maar beter niet over kan hebben. Tuurlijk hoop je, tegelijkertijd vrees je, waar vrees je nou voor, wat moet je hopen? Dat hele gesprek is nooit gevoerd. En hij is eigenlijk in 14 weken doodziek aan, ik kan het woord ook echt bijna niet meer uitspreken, palliatieve chemokuur. Ik denk, dat kan niet samen. Een palliatieve chemokuur bestaat bij mij niet. Je hebt gezien hij werd hoe ziek zo hij vreselijk werd... doodziek. Ja. En dat is dus door de eerste oncoloog die terugkwam van vakantie en zag dat hij ongeveer gehalveerd was. Die heeft het onmiddellijk gestopt. Want de andere dorst het niet te stoppen. Er is een team bij het AMC wat erover praat. Ja, weet je, daar hoef ik het ook verder niet meer over te hebben. Het is gebeurd. Hij was sowieso overleden aan zijn kanker. Maar je had op een heel andere manier dat laatste... Ik had wel graag gewild dat hij minder ziek was overleden aan zijn kanker. En dat we niet alsmaar in dat medische circuit hadden gezeten, dat circus. Ja. Denk je dus dat is mijn aanleiding geweest. Ja. En denk je dat als de arts had gezegd, je kunt ook stoppen nu. He, ga nog ik iets. Weet niet, ik kan niet voor mijn man spreken. Ik weet zeker dat ik met hem daarover in discussie was gegaan. Maar het is gewoon überhaupt niet gebeurd. En dat is dan niet iets wat je als patiënt of partner van de patiënt zelf mee het komt? Het rare is dat als iemand heel erg ziek is, dat hij toch een soort regiefunctie krijgt. Dat is degene die het overkomt. Dus dat is eigenlijk ook degene die het moet doen of niet doen. En als je dan in een ziek bed terechtkomt, waar hij was zo moe, zo slecht. Ja, wat moet je dan nog? Ja, ik wil even een glaasje water als het mag. Ja. Die training volgende week, de pilot, is voor specialisten, huisartsen en verpleegkundigen. Doe je samen, je hebt het geïnitieerd, een arts, ja. Palliatieve zorg gaat dat doen of heeft dat verder gedaan. Wat is de essentie? Waarvan denk je? Praten over de dood. Ja. Praten over leven met de naderende dood. Dus dat is het punt waar u het ook over heeft. Doodgaan is één, maar dit soort patiënten moeten nog een poosje door. En wat gebeurt er dan? Hoe sta je daar als arts in? Want inderdaad denken wij dat heel veel artsen nooit over de dood praten, misschien zelfs wel nooit om. Maar patiënten ook niet, want wie wil er nou wel over dood? Dus bij ons staat als onderwerp echt op tafel, wat gebeurt er dan? En hoe kan je het bespreken? En hoe schat je je patiënt in op wat je kan bespreken? Eigenlijk wat die mevrouw ook zei, je moet dat onderwerp op tafel durven leggen. Het heeft ook gewoon, je hebt een beetje lef nodig, denk ik, naar jezelf toe, maar ook naar de patiënt. Ja, ik wil eigenlijk, maar misschien mag ik dat straks ook nog doen. Ik zit dit te lezen. Dit heet Sterfelijk Zijn. Het is van Gawande. Het is een chirurg uit Boston. Deze man... Je mag er niet 2 minuten uit voorlezen. Nee, ik mag er niet 2 minuten... Ik ga er überhaupt niet uit voorlezen. Maar hij beschrijft eigenlijk dat het moment dat je met patiënten gaat praten over wel of niet behandelen, doorbehandelen, overbehandelen, weet ik veel hoe je het moet noemen, dat er dan
toch mensen, veel mensen zijn die zeggen, nou weet je, als dat allemaal, als ik dat allemaal laat dan maar. Laat dan maar. En het grappige is ook dat dan de kosten van de gezondheidszorg enorm naar beneden gaan. En dan hoef je die verzekeraars er niet eens meer bij te betrekken, want dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dus wij hebben een groot pleidooi voor praten voor iedereen over, beter eigenlijk. Het is voor iedereen beter. Kom aan tafel, gaan we er even over verder praten. Dankjewel. Ja, schuif aan. Ik neem nog daar een glaasje. Neem daar een glaasje. Ja, goed idee, die training. Ja, ik denk het zeker. Ja, ja. En, nou, we hebben het al, overigens, verpleegkundigen vraag ik me af of die ook niet over de dood praten. Ja, en waar die behoefte aan hebben, merken we. Want we hebben nu verpleegkundigen, huisartsen, medisch specialisten. Die hebben hetzelfde wat hier eigenlijk speelde. Praten met elkaar. Hoe neem je elkaar over? Wanneer mag een verpleegkundige nou eigenlijk zeggen van dokter, dit moet u niet meer doen. Want moet u eens kijken, want die staan namelijk veel dichter bij de patiënt en die zien veel meer de effecten van de behandeling. Dus die hebben weer behoefte om het contact te onderhouden. Dus ze zitten er allemaal met een iets andere agenda in. En ze hebben eigenlijk, wat ik hoor is, als we de mensen vragen van waarom gaat u nou eigenlijk meedoen met deze training, is dat ze ontzettend veel, dat het bijna een luxe voor ze is om een dag te mogen praten over de dood in hun vak. Dat is één. En het andere is elkaar ontmoeten, want dat blijkt toch eigenlijk op de werkvloer ingewikkeld te zijn. En ze zitten allemaal, de taal, ik vertaal het even als, welke rol kies je nou op welk moment? Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Laten we het eens hebben over die taal, heel concreet. Ik bedoel, zijn er dan ook zinnen die je beter wel kunt gebruiken, of formuleringen die je misschien het woord uitbehandeld niet, of de zin, kwaliteit ik kan niets van meer voor je doen, niet. Of kwaliteit van leven is eigenlijk al zoiets raars. Boudewijn kreeg een palliatieve chemokuur en dat zou goed zijn voor zijn kwaliteit van leven, maar eigenlijk ging het over levensverlenging. Dus hij heeft iets langer geleefd. Maar het werd zeg maar verkocht als kwaliteit van leven. Ja, het is zo'n raar begrip, kwaliteit van leven. Je kan eigenlijk alleen maar over kwaliteit van leven hebben in een gesprek. Dit was eigenlijk kwantiteit van leven. Wat in een gesprek, wat betekent dat voor jou? Ja, daar is een hele rare paradox eigenlijk. Het wordt een beetje technisch. Maar kijk, palliatieve chemotherapie wordt in de regel gegeven aan mensen die in goede conditie zijn. Ja. En in technische termen heet dat performance score. 0 of 1. En dat betekent dat je weinig of geen klachten hebt. Ergo, de kwaliteit van leven valt niet te verbeteren met palliatieve chemotherapie in die situatie. Wij zien vaak af van behandeling bij mensen die slecht zijn, veel klachten hebben. Maar juist daar zou die chemotherapie of een medicamenteuze behandeling of een vorm van radiotherapie juist de kwaliteit, daar valt wat te verbeteren. Precies. Dus je moet eerlijk voorlichten over in welke setting zijn we hier eigenlijk bezig. Gaat het over lengte of gaat het over kwaliteit? Ja. En dat vind ik, moet je goed van, daarvan denk ik, dat moet je met patiënten. Dat is heel erg als dat verward wordt of niet duidelijk is voor de patiënt. Er is natuurlijk nog wat anders aan de hand. Het moment dat je te horen krijgt dat je terminale alvleesklierkanker krijgt, of ik dat nou te horen kreeg, of Boudewijn te horen krijgt, dan raak je toch een beetje in een posttraumatisch stresssyndroom, hoor. En eigenlijk is een slecht nieuwsgesprek, dat heeft het internist hier gedaan en de oncoloog ging behandelen. En ik ben ervan overtuigd dat mensen de helft van wat ze gehoord hebben in dat slecht nieuwsgesprek überhaupt niet hebben opgeslagen. Klopt. Laat staan dat ze daar over hebben kunnen nadenken. En misschien zijn ze wel nog veel verder van huis gegaan doordat ze op basis daarvan ook nog eens een keertje over Whipple opera en God mag weten wat hebben zitten lezen. Want dat is natuurlijk toch de ellende. Hè? Dus ik pleit ook nog heel erg voor een soort van wachttijd. Wacht eens even met behandelen. Als we abortus plegen, moeten we 3 keer 24 uur
correct. Toch? Nadenken. Ja. Bij deze maar als je bij waar je aan een hele nare kuur kan je beginnen, dan kan je een bij wijze van spreken de volgende dag moeten halen. Ik vind helemaal het helemaal mee eens. Ja. Je moet, klopt. Mensen hebben altijd het gevoel dat je in brand staat. Als je zo'n gesprek krijgt, 2 of 3 keer over beginnen voordat je een besluit neemt voor wat je eigenlijk precies gaat doen. Dus overigens, dan wachten? In onze... Het klinkt sympathiek. Ja. Maar daar wordt in de spreekkamer over het algemeen geen genoegen mee genomen. Als je een patiënt wilt behandelen voor borstkanker, en dat is dan even niet palliatief, zelden palliatief gelukkig de laatste jaren, dan willen die mensen ook meteen behandeld worden. Want hoe sneller, hoe beter. En dat is heel onverstandig. Want je moet je leren inleven. Misschien mag dat meisje met die abortus ook wel snel. Nou, maar, en ik wil even naar wat die mevrouw zegt, want ik vind dat u een aantal spijkers op de kop slaat. Wij praten. Ik zeg nooit tegen een patiënt, of bijna nooit tegen een patiënt, ben je bang voor de dood. Ik praat wel voortdurend over de dood. Ik praat niet over over de angst die dat met zich meebrengt. Daar praat ik wel over. Maar je praat met de patiënt met name over wat zijn nou nog zinnige behandelingen die we kunnen doen. En daarbij ga ik niet voortdurend met ze praten over hoe snel zul je nou doodgaan. En over prognose praat ik ook niet. En wat u net zei over kwaliteit van leven, terwijl dat toch even mijn aandachtsgebied is. Dat ben ik ontzettend met u eens. Het is bijzonder moeilijk te definiëren. Dus maar je kunt ook aan een patiënt vragen, wat is belangrijk voor je? Het gaat ook niet per se over de angst van de dood. Maar als je nou weet dat je gaat sterven, over 3 maanden, over 6 maanden, eigenlijk maakt het dan niet meer uit. Nee. Wat wil je dan nog? Precies. Dat gesprek, angst voor de dood, ik weet niet of het daar nou in die, dat doe je misschien toch beter thuis. Maar je moet wel die mogelijkheid hebben om uit te spreken, of die afweging te maken, dus wat wil je nog? Ja. Ik had eigenlijk liever nog wel een weekje willen zeilen met mijn man. Maar dat ging niet meer door. Ik ben bang dat u niet kenmerkend bent voor de groep. Want als ik een patiënt bij me heb, met de familie erbij, terwijl vaak de familie aandringt op behandeling, dan wil die patiënt die zit daar te lijden, die weet veel meer dan wij denken dat hij weet. Die voelt vaak veel beter hoe de zaken ervoor staan dan wij weten hoe die ervoor staat. Die kijkt je vaak aan met zo'n manier van, ga me in godsnaam geen behandelingen aandoen die ik niet wil. Maar die familie, die wil dan, hè. En dan zou je dus, wat u propageert en waar ik het ontzettend mee eens ben, dan zou je eigenlijk een wachttijd in moeten lassen. Ja. En dan zou je moeten zeggen, komt u nou over 2 dagen of over 1 week nog eens terug? Ga eens een weekendje eruit. Praat er eens rustig over. Uitjanken en dan weer terugkomen. Kan je niet tegen het familielid zeggen, mag ik even alleen met de patiënt praten? Of is dat heel raar? Als je het gevoel hebt dat die patiënt iets anders wil dan... Nee, je kunt heel goed tijdens een gesprek kun je heel goed je vooral richten op de patiënt zelf. En om de familie weg te sturen. Maar dat kan je niet maken. Nee, dat paternalist. Maar u had het net eigenlijk over de afsluiting van het vorige deel. We hebben eigenlijk een soort verandering van het maatschappelijk bewustzijn nodig. Ja. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor die arts, maar dat geldt natuurlijk ook voor de patiënt. Zeker. En dat geldt. Ik weet nog dat Albert de Lange, dat in deze zaal zal dat wel bekend zijn, de columnist in het Parool, die elke 2 weken over zijn sterfbed uiteindelijk zijn leven met de naderende dood schreef. Die had het ook over al die teksten die je in overlijdensadvertenties ziet. He, na een moeder gedragen. Dat we eigenlijk allemaal in schieten in. We moeten vechten. Terwijl we allemaal vergeten dat we moeten zeggen tegen elkaar van, goh, wat heb je het leuk gehad en zullen we nog iets. Want daar vind ik wel, en dat klinkt misschien raar, daar ligt... Tuurlijk, wij als patiënten willen misschien wel het onderste uit de kan. Maar ik vind het toch wel een taak van jullie beroepsgroep om dat terug te geven als jongens, er is nog meer hoor. En ik vind het ook eigenlijk een onderdeel van jullie, als ik het even heel persoonlijk maak, eed van Hippocrates. Dat het is niet alleen maar genezen, maar het is ook goed doodgaan, toch? Ja. Nou, daar ligt volgens mij een rol. Ja. Ik heb een fragment uit de laatste column van Albert de Lange. Hij schreef, het is tijd om wat akelige beslissingen te nemen. Die hebben we ruim een half jaar zien aankomen, maar ik heb die geleden maanden niet echt benut om alvast een beetje te wennen aan het idee van afscheid. Eerder schuif je het dagelijks voor je uit.
Maar wat winst was, gaat nu op nodeloze verlenging lijken. En de vraag begint zich serieus op te dringen. Hoe lang ga ik door? Ik geef nauwelijks nog. Ik krijg en ik neem. Hij overleed in april. Is het goed dat dit soort dingen in de krant staan? Dat we er allemaal mee geconfronteerd worden? Ja, ik vind dat heel goed, want ik word inderdaad onpasselijk van die advertenties. Hij heeft de strijd niet kunnen winnen. Er is helemaal geen strijd. En die jongen van de Weide, die 10 kilometer Olympisch kampioenzwemmer, die heeft daar zo'n mooi boek over geschreven. Dat hij lag op een zaaltje met 3 andere jongens in het VUMC bij de behandeling van ik weet niet wat voor kanker. En hij zei, de andere 3 zijn dood en ik heb het gered. Niet omdat ik zo hard gevochten heb. Ik heb gewoon mazzel gehad. Ja. Een mazzeltje. Ja. Ja. Ik ga even weer iemand uitnodigen. Melanie van 't Hof. Graag uw applaus, Melanie. Schrijver van het boek De Afgekeurde Lever. Hier is het. Hoe gaat het met de afgekeurde lever? Oh, die zit als een huis, al 8 jaar. Daar is alles goed mee. Jij, de korte botte samenvatting is, je had galwegkanker in je lever, was in Nederland uitbehandeld, kwam niet in aanmerking voor een lever. In België wel, maar niet voor een goedgekeurde lever, maar voor een afgekeurde lever, want zo waren je... Heel even, wat is het verschil tussen een goedgekeurde en een afgekeurde lever? Nou, dat in de finesse is, weet ik het niet, maar organen worden ook afgekeurd. In mijn geval was het zo dat het natriumgehalte te hoog was. Eurotransplant, die ontvangt en verdeelt de organen. En op het moment dat we zo'n afgekeurde lever hebben en de leverwaarde kennen enzovoort en weten, ja, het is niet helemaal wat het zijn moet, dan worden alle transplantatiecentra 1 voor 1 gebeld en die kunnen dan beslissen of ze wel of niet die lever toch durven te gebruiken. Want er is natuurlijk wel een risico aan verbonden. Maar dan doe je het eigenlijk, en dat klinkt dan natuurlijk heel onaardig, maar een soort van de B-categorie patiënten. Hoe voel je nu? Ben je helemaal... Ja, nou, ik kan echt... als ik niet iedere dag mijn littekens zou zien, dan zou ik het echt helemaal niet merken. Niet qua conditie, niet omdat ik ziekelijk ben. Ik ben eigenlijk ook amper zelfs verkouden. Nee, dus, maar en, ja, dat is echt toch wel opmerkelijk, want ik moet altijd pillen slikken tegen afstoting en die verminderen mijn weerstand. Hè, want anders zou die lever eruit gejast worden. Maar... ik heb er helemaal geen last van tot nu toe. Is het meteen zo goed gegaan of ben je wel eerst door? Nee, ik was relatief jong en dan, ik was ook heel sterk toen ik werd geopereerd, werd getransplanteerd. En dan wil het nog wel eens dat je toch een afstoting krijgt. Ze moeten natuurlijk ook, ze kunnen niet precies weten hoeveel medicatie ze moeten geven. Ze kunnen ook niet te veel geven, want dan word je misschien ook weer hartstikke ziek. En ik heb tot 2 keer aan toe een afstoting gehad en dan dat betekent gewoon dat die lever aan het ontsteken is. En dan word je helemaal volgegooid met cortisone een week lang. Het was heel erg. Ja, ik kan het ook lachend vertellen. Want ik heb een jaar rondgelopen met die hele grote tumor galwegkanker. En ik was gewoon iedere dag blij, wat er ook gebeurde, dat die weg was. Dat die rotte plek uit mijn lichaam was gehaald. Hoe ben je in België terechtgekomen? Ben je zelf gaan googlen? Heb je dat overlegd met je behandelende artsen hier? Hoe is dat gegaan? Nee, 8 jaar geleden dus die tumor. Ik werd gelijk geconfronteerd met, tumor is te groot. En bij zo'n grote tumor, en galwegkanker is heel agressief, dan zul je altijd uitzaaiingen hebben. Ja, als leek denk je natuurlijk van, toon ze dan aan. Hè? Er is een MRI gemaakt om die tumor goed te kunnen bekijken. En er waren geen andere gezwellen geconstateerd. Nou wil dat niet zeggen dat je niet toch uitzaaiingen hebt, want ze kunnen minuscuul klein zijn. Ja. Maar goed, ik mocht dus geen orgaan. En als ik zo'n boek eerder had gelezen, was ik meteen naar Gent gegaan. Maar ik ben eerst gaan zoeken buiten Europa. Dus buiten het gebied van Eurotransplant. Want daar kon ik dus niet in aanmerking komen voor een orgaan. Dus ik ben naar Canada geweest. Ik heb met Engeland overlegd. Zit ook niet in die groep. Ben naar Amerika gegaan. Daar was een specialist bezig met dit type galwegkanker. Eerst voor ze bestraling geven, dan transplanteren. Maar ja, die ging maar tot
10 centimeter tumoren, die voor mij was 15. En daar werd ik, door die specialist, werd ik doorgestuurd naar de hoofd van de transplantatieafdeling in Gent. Om eens met hem te praten. Toen ik belde, kon ik gelijk dezelfde dag nog aan tafel komen. Toen ik bij hem zat, had hij niet het idee dat het om mij ging. Ik zag eruit zoals nu. Hij heeft toen alle artsen, of misschien zijn het niet allemaal artsen, die in dat transplantatieteam zitten, die in huis waren, bij zich geroepen. Want die moesten zien hoe sterk ik was. Dat was eigenlijk het enige wat voor mij pleitte. Nou, dat vond ik echt dus heel erg gericht op de individuele patiënt. En dat is iets, want je hebt twee dingen eigenlijk in je boek. Aan de ene kant heb je een pleidooi voor een ander donorregistratiesysteem. Ja. Daar gaan we, dus ook een belangrijke discussie, maar daar gaan we het vandaag, daar gaat het hier niet over. Nee. Maar je zegt ook, in Nederland wordt niet genoeg gekeken naar de individuele patiënt. En in België gebeurt dat wel. Nou, mijn verhaal gaat eigenlijk eerder over onderbehandeling. Onderbehandeling, ja. Daar heb ik nog wel meer voorbeelden van buiten mezelf. Maar ik vond ook eigenlijk wel een heel groot verschil. Dat ik hier meteen naar huis werd gestuurd. Ik ben toen op eigen initiatief naar het NKI gegaan. Ik heb een hele empathische leverarts daar getroffen. En, maar ja, die dachten wel hetzelfde over. Als jij een transplantatie zou krijgen, dan ga je nog veel eerder dood. Want dan komen die uitzaaiingen tot wasdom in die nieuwe lever. En dat kan je beter niet doen. We hebben toen besloten dat ik een chemokuur zou volgen. Die chemokuur was aangeslagen in zoverre dat de tumor niet doorgroeide. En dan kon ik er eigenlijk min of meer van uitgaan dat ik dan een jaar had, eer die kankercellen resistent zouden worden, weer tegen die chemo. Dat jaar heb ik dus gebruikt om te zoeken. Ik ben wel eerst teruggegaan naar Leiden, waar ik in eerste instantie dus weggestuurd werd met de mededeling dat 3 maanden te leven. Jij zegt eigenlijk dat ik in Nederland niet weggestuurd moet worden, had ik hier behandeld. Nee, want dat is heel belangrijk. Toen ik dus in Gent kwam, nee, want ik heb hier verder geen diagnose meer gehad. Maar kom aan tafel, dan gaan we het erover hebben. Jouw punt is, er wordt niet overbehandeld, er wordt onderbehandeld. En daarom... Ja, behalve dat, niet eens behandelen. In Gent ging men gelijk een diagnose proberen te stellen om te kijken of ik uitzaaiing had. Ik kreeg een PET-scan, een botscan, ze maakten me open, klierenonderzoek. Dat heb ik in Nederland niet gehad. En toen pas werd er verder gesproken, gaan we eventueel transplanteren. Het is niet over één nacht ijs gegaan, in ieder geval. Kom aan tafel. Ja, nou eerst maar even jullie reactie eigenlijk op dit verhaal. Niet overbehandelen, maar onderbehandelen. En nou, wat wie wil? Nou, dat ze genezen is een wonder. Ik vind het prachtig. Ja. Maar daar kun je geen beleid op maken. Het is toch geen wonder? Het is prachtig. Er is geen wonder. Er is toch in Nederland helemaal niet eens gekeken of ik misschien uitzaaiingen zou hebben. Nou mevrouw, ik ken uw ziektegeschiedenis niet. Nou, dat vertel ik net. Ja, u vertelt dat het een en ander over. Maar, nee, maar hier kan is van dus alles nog. Ja. Maar ik vind het prachtig dat het gelukt is. Ja. Meer kan ik er niet van Ever? Zeggen. Nou, ik herken er wel het een en ander in. Is dat artsen heel veel afgaan op waarschijnlijkheden. Als de kanker zo groot is, dan zullen er wel uitzaaiingen zijn. Precies. Maar er is ook biologie, dat vertrekt zich vaak via zo'n Gaussische curve, hè, dus dan zo'n klokje. Er zijn altijd mensen die aan het eind zitten. En daar is ook zo'n soort kleine kans aan geneeskunde. Dus er is een kleine kans dat het niet zo is bij iemand. Nou. En daar vind ik, daar moet je achteraan gaan. Dus je moet dan uitzoeken of als jouw arts, veronderstelling niet alleen als arts... Of jouw veronderstelling dat er wel uitzaaiingen zullen zijn, of die eigenlijk wel kloppen. En als dat niet zo is, nou, dan moet je een beslissing om al of niet een behandeling of zo'n overweging moet je dan weer ter discussie stellen. Ja, sterker nog, ik heb zelfs uit Leiden gehoord, want ze zijn allemaal heel erg blij voor me, ze hebben het ook allemaal gevolgd. Dit heeft geleid tot voortschrijdend inzicht met betrekking tot grote tumoren galwegkanker. Kennelijk is het dan soms zo dat die mooi in de lever blijven zitten. Ja. Dus het is wel degelijk zo, net wat Egbert, geloof ik, net zegt, dat als je niet je nek uitsteekt, niet eens een keer gaat kijken naar wat niet dan volgens de statistieken geldt, dat je wel tot nieuwe inzichten kunt komen. Ja. Je moet leren van NS1. Dat is een ontzettend belangrijk principe. Ja. Ik had vandaag
op mijn spreekuur iemand, die kende ik alleen maar van papier, in een behandelteam, van 4 jaar terug. Die was door 3 verschillende teams afgewezen voor een operatieve behandeling. Waarvan wij zitten in zo'n MDO met al die specialisten bij elkaar en die kijken alleen maar op papier zonder met een huisarts te overleggen van moeten we daar nou wel of niet opereren. En toen hebben we, daar was ik dan per ongeluk het hoofd van, en ik zeg nou dan moeten we gewoon maar opereren. En die mevrouw die stapte vandaag mijn spreekkamer binnen, dus 4 jaar later, in hetzelfde instituut waar zij al eens was afgewezen voor een verdere behandeling. En zij zei van ik ben zo blij dat ik er nog ben. Dat kan ik me ook wel voorstellen, weet je, met zo'n ervaring. Dus er zit aan dat hele debat over wel of niet doorbehandelen, daar zit ook nog een andere kant aan. Namelijk dat je dat soort, laat ik zeggen, witte raven, N-1 dingen, dat je die mist. En dan is het de vraag aan Rauke, maar ja, hoe belangrijk is het dan dat je die mist? Want staan er tegenover Melanie een heleboel patiënten die naar België of Duitsland gaan. Oh ja, honderden. En daar vreselijke honderden eindes meemaken en niet. Nou, vreselijke eindes. Nee, maar er zijn honderden die naar. Er zijn honderden die niet gaan kijken. Waar de leiders weg is, die. Dat is overal. Ja, maar honderden. Ja. Het internet is gewillig, hè? Dus er zit. Alles vinden wat je wil. Alles vinden wat je wil. Er gaan mensen naar gerenommeerde instituten over de grens. Er gaan mensen naar charlatans over de grens, minder gerenommeerde instituten, van alles gebeurt. En daar hebben wij nog helemaal geen weet van wat er allemaal in België en Duitsland gebeurt. Met Nederlandse patiënten. Ja, maar ik bedoel, natuurlijk zijn er mensen die het niet overleven en mensen die het wel redden. Maar ik bedoel, zien jullie ook voorbeelden van patiënten waarvan je denkt, dit is zo, qua kwaliteit van leven, het woord wat we eigenlijk niet meer mogen gebruiken, is dat zo naar? Natuurlijk heb je als dokter, maar ik weet niet, ik zal het voor een ander spreken. Tuurlijk heb je, denk je, was van, nou, dat was een foute beslissing. Maar het is heel moeilijk om zo'n foute beslissing in een tweede geval te voorkomen. Dat is eigenlijk de truc. En ik denk jij met name, met oesofaguscarcinoom, daar wordt ook uitgebreid gekeken van zijn metastase. Veel mensen worden toch behandeld uitgaande van, nou, er zijn geen metastase. Maar dan gaat het toch mis. Dus dat is een heel ander verhaal. Hè? Dus daar. Nou, het had ook mis kunnen gaan, natuurlijk. Er wordt echt heel uitgebreid gekeken. Jij vraagt dus, heb je ervaring met patiënten die in Nederland zijn afgewezen, naar het buitenland zijn gegaan en daar een hele nare, hele intensieve behandeling hebben gehad? Veel. En zijn ze daar heel erg ziek van geworden? Ja, die zijn zeker. Maar, en andersom, ik bedoel, het gebeurt allebei. Of zeg je van het? Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die gaan elders een licht gaan opsteken. Ja. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Het heeft ook te maken met hoe je in het leven staat, of je dingen accepteert. En wat mevrouw net vertelde, als we wat meer scholing als samenleving zouden krijgen over hoe we moeten omgaan met dingen en de dood. Dan zou dat wel eens wat anders kunnen gaan worden. Maar er zullen altijd mensen die gaan zoeken. Vroeger, toen wij jong waren, gingen naar Amerika, want daar was dan het evangelie. En toen gingen ook heel veel rijke patiënten uit Nederland naar Amerika. Nu is dat wat veranderd en zoeken het wat dichter bij huis. Maar dat zal zo blijven, denk ik. In Parool stond gisteren een stuk over een patiënt die ook uitbehandeld was in Nederland. En aan zijn arts vroeg, hij begint dan nee, aan zijn arts vroeg, zijn er andere mogelijkheden, kan ik naar het buitenland, ik kan het ook zelf betalen. En zegt hij, nee, mijn arts zei, nee, die zijn er niet. Maar hij ging het opzoeken, die waren er wel. Hij is geopereerd in België, heel veel bijwerkingen, maar nu gezond. Dat gaat het wel ver, toch? Dat een arts zegt, het is er niet, terwijl het er wel is. Nee, dat komt ook wel voor, denk ik. Is het heel pijnlijk voor zeg maar, een Nederlandse arts dat iemand zegt, nou, ik vind het hier niet. Dat is natuurlijk. Ik woon vlak bij de Belgische grens en ik heb nogal eens een keer dat een patiënt aan mij vraagt, ik wil graag naar België, want ik heb gehoord dat daar dokters zijn die daar een andere kijk op hebben dan jullie. En dan faciliteren wij dat. Ja. Een aantal van die dokters hebben bij ons gewerkt. Die lijnen zijn kort. Als mensen dat willen, moet je dat natuurlijk doen. Maar als je het niet weet, dan weet je het niet. Ik kan me voorstellen dat de kaas die je net noemt, dat die dokter dat ook echt niet wist. Dat kan toch? Ja, het hoeft geen kwade trouw te zijn. Nee. Ik heb vrij nauw contact met professor Oswald Farien.
Dat is een Nederlander, die werkt in Gent en behandelt voornamelijk de second opinions van uitbehandelde patiënten, waaronder veel Nederlandse patiënten. Ja. Het is echt ongelooflijk hoeveel witte raven, hè, ik zou dan die witte raven zijn volgens het artikel van het Parool, er in Gent rondlopen. Sure. En dat komt niet omdat genezen, ze... Genezen? Huh? Genezen? Ja, genezen. Bezoekend. Genezen. Genezen. Ik ken ze persoonlijk. Een aantal. Ook omdat er een aantal mensen via mijn boek hebben gevraagd waar ze precies moeten zijn in Gent enzovoort. En ik heb ze op het spoor gezet en ik heb die mensen ook gevolgd. Ik heb contact met die mensen gehouden. Niet alleen transplantaties, ook slokdarmkanker, ook maagkanker. Er is zelfs iemand die heeft een buikvliestransplantatie daar gekregen. Wat ze nog nooit in Gent hadden gedaan. Maar ze hadden er een specialist uit Toronto bij gehaald. En die maakt het ook geweldig. Het is dus niet zo dat ik een witte raaf ben. En dat er zomaar mensen naar het buitenland gaan. Maar de cijfers weten vooral... we eigenlijk niet. Nee, hè? We weten het niet. We moeten het wel weten. Ik heb het hier op papier staan. Uit Magma. Dat is het blad van de vereniging van de magen, darm, leefartsen. Nee, ik zal het niet voorlezen. Het is geen 2 minuten. Het zijn maar 4 zinnen. Maar hier staat in dat ook door artsen in Nederland overging Maastricht. Die dit schrijven. Dat er tussen 2003 en 2010... 300 patiënten met uitgezaaide darmkanker in de lever hier zijn geholpen, terwijl dat er 750 tot 1000 hadden moeten zijn. Zijn honderden mensen overleden, terwijl er over de grens, niet alleen in België, ook in Duitsland, ook in Engeland, een behandeling was, die heet de HIPEC-behandeling, waarbij ze laparoscopisch door een gaatje de uitzaaiing weghalen. Ik ga dat niet meer kunnen, wordt mij te technisch. Dat ga ik niet meer kunnen volgen en ik vrees dat is een behandeling voor meer, zelfs al bent u dan heel veel... Deze behandeling is over de grens geweest, 6 jaar lang, en die in Nederland weinig werd toegepast. Nu, sinds april vorig jaar, zijn ze daar wel mee begonnen. Ik heb het over Erasmus ziekenhuis onder andere. Dus het is niet waar dat men dat niet weet. Men moet weten dat hier op sommige gebied onderbehandeld is geworden. Wat ik jullie nog wil vragen is... Wat moet je een patiënt vertellen? Vinden jullie dat je alle opties moet geven? Of alleen de opties die je zelf zinvol vindt? Ik vind dat je aan een patiënt moet vragen, wat wil je horen? Ik vind echt dat je met de patiënt moet overleggen... Ik wil horen dat ik beter word. Nee, hoe technisch wil je het hebben? Wat wil je dat ik... Wil je dat ik alle opties die er zijn aan je vertel? Dat kun je gewoon aan de patiënt vragen. En dat vraag je? Ja. En wat zeggen mensen? Willen veel mensen... Er zijn heel veel patiënten die willen het niet weten. Er is een mooie test te doen, gewoon op internet, voor artsen en patiënten. Dat zijn de sterfprofielen van Stichting STEM. STEM staat voor sterven op eigen manier. Ik weet niet of jullie het kennen. Ja. En dan heb je gelijk, want niet alle... Er zijn dus profielen, je bent een sociale en dan wil je eigenlijk niks en je bent een vertrouwende en dan geloof je in de autoriteit. En dat zouden we eigenlijk allemaal moeten weten van onszelf. Eigenlijk, als je in dit vak zit of als je ziek wordt, is het wel eens handig om dat te doen. Want zeker artsen kunnen daardoor zien, wat willen mensen nou eigenlijk weten? De rationele willen alle controle houden. Nou, daar ga je dus heel intensief mee vertellen of je nou wel kundig genoeg bent of dat je dan beter toch naar de collega's... Ja. Maar er zijn andere mensen die dat allemaal niet willen. Dus dan kan je ook een veel efficiënter gesprek voeren. En dan weet je ook wat bijvoorbeeld je beginvragen zijn en hoe je kan doorvragen. Zijn er ook nog patiënten die zeggen, wat vindt u dat ik moet doen, arts? Ja, dat is ook zo. Oh, dat is, dacht ja. dat, dat ja. Nee, dat gebeurt heel ja. vaak. Is dat fijn eigenlijk, als ze dat vragen? Ja. Als ik nu uw moeder was, dat is ook zo'n moeilijke vraag. Ja. Als u nou mij was, wat zou u dan doen? Ja. Het is eigenlijk heel moeilijk. Altijd, weet je nu niet. Ja, weet je, en ik sta er niet vragen voor. Stellen. Wat volgens mij helpt, is dat je mensen naar huis stuurt en een aantal dingen meegeeft om over na te denken. Van wat zou nou ervoor pleiten om te zeggen, ik ga er nog mee door? En wat zou dan nou tegenpleiten? En ga bijvoorbeeld met zo'n lijstje naar je huisarts. En ga daar met elkaar eens over praten, met je partner samen als die er is. En kijken of je op die manier een stapje verder kunt komen. Ik weet dat mensen zich ook nog alles overvallen voelen. En het gevoel hebben van, ik kan eigenlijk een behandeling niet weigeren als die wordt aangeboden. De arts wil het zo graag.
Nou, dat gevoel hebben ze er dan over. Terwijl mijn ervaring is dat heel veel specialisten dat zeker niet zo bedoelen. Maar er zit natuurlijk ook nog wel die hiërarchie. Dus je moet, en dat zei jij volgens mij, niet, heel bewust proberen ja, die taal dezelfde te taal te gaan spreken. Ja. Maar er is één ding, of er is ook iets wat je denk ik niet uit het oog moet verliezen. Als je ervoor staat, dan kijk je er heel anders tegenaan dan wanneer je niet ziek bent. Als patiënt bedoel je, als je ervoor staat. Dus wat jij accepteert aan behandeling en uitkomst, daar is in het geval van longkanker dan toevallig heel veel onderzoek naar gedaan. Dus als jij aan dokters vraagt, stel dat je hebt die en die behandeling met die en die uitkomst, dan zegt 80% of 60% van de dokters, nou dat ga ik echt niet doen. Ja? Dat zijn dus mijn collega's. Van de oncologieverpleegkundigen, daarvan gaat nog minder het doen. Van de naasten van patiënten, die doen nou net zo vaak als de dokter het ongeveer. Maar als jij een patiënt vraagt, ja, stel dat je zo'n behandeling, die bijwerking en die uitkomst, dan liggen die getallen precies andersom. Ja, dus het is wel goed om te weten hoe je wil sterven, maar het kan wel eens helemaal veranderen op het moment dat je er echt voor staat. Het is ook vaak een glijdende schaal. Ja. Mensen zeggen heel vaak van nou, dit en dat wil ik niet. En het is goed om te weten hoe je wil leven totdat je sterft. Dat is het. Dat is het. Wij geven geen les in doodgaan. Maar ik bedoel eigenlijk leven in het laatste. Hoe doe je het tijdens het leven? Ja. Maar je perspectief is ook belangrijk. Je perspectief. Maar je moet wat wil je nog hebben over dat einde van het leven en het doodgaan. Ja. Ik sta zo op omdat ik vragen, reacties. Ja. Leonie Vogels, ik ben samen met GSK bezig met die training. En ik heb Marcel Levy laatst horen zeggen op een bijeenkomst. Dat als je 5 dagen wacht, dan ging het over die wachttijd nog. Als je tussen de diagnose en de behandeling 5 dagen wacht. Als je direct de behandeling start, gaat 90% aan de behandeling. En als je 5 dagen tussen laat zitten, gaat maar 65% aan de behandeling. Volgens Amerikaans onderzoek. Dus dat vind ik wel een heel interessant gegeven. Natuurlijk wil een patiënt in shock direct behandelen. Maar ik denk dat je hem terugstuurt naar huis en gewoon even met zijn familie, met zijn huisarts inderdaad, gewoon goed even praten daarover, op internet kijken, et cetera. Dan denk ik dat minder mensen die behandeling ingaan. Nou, jullie waren er al voor, maar dus nog een argument erbij, of cijfers eigenlijk. Andere vragen of reacties? Ik wil graag bestrijden dat het doel van die wachttijd moet zijn dat minder mensen behandeling nemen. Nee, maar als dat is wat mensen, om te weten wat mensen willen misschien, maar toch? Daar ging ik eigenlijk vanuit. Ik concludeerde uit dat 30% of 25% in een behandeling schiet uit een shock, terwijl die eigenlijk misschien bij goed nadenken daarover dat niet had gedaan. Dus meer aandacht voor het leven met de dood en wat is voor mij belangrijk, is kennelijk een heel belangrijk item, maar dan is, voordat je op behandeling begint. Daar ben ik met je eens, maar dan is de issue, wat doe je dan in die 5 dagen? Ieder zelf. Hè, en dat zullen mensen ook niet fijn vinden. Mensen zullen ook misschien zeggen, ik wil niet 5 dagen wachten. Maar ook bij abortus vinden vrouwen dat niet fijn. Dus het is goed om die mensen direct toe te dwingen om gewoon even pas op de plaats. Ben ik helemaal met je eens, maar ik denk niet dat de wacht, dat als je zegt, van we vinden dat er een wachttijd moet zijn, dat het doel daarvan is, ik kom nee, even... Nee, dat was een misverstand. Nee, het doel is dat mensen erachter komen wat ze echt willen. Ja. Dat was... Ja. Ja. Op die bijeenkomst, ik ga in het AMC mijn hart maken voor deze maatregelen, zou ik zeggen. Ja, en omdat Marcel zit in de problemen met zijn budget, dat kan ik me niet voorstellen. Andere vragen, reacties, ervaringen of gemene opmerkingen over collega's die er niet zijn? Nee? Ja, dat van het budget neem ik terug. Okay. Ik daar. Er is toch een vraag nog daar. Ja, sorry, waar. Ja. Heb je een luide stem? Ik wil het met jullie noemen een aantal keer van het publieke debat, of het maatschappelijke debat, daar moet het over gaan. Dat over termen gesproken, dat vind ik een wat ingewikkelde term. Dus wat willen we hier doen, hè? Ja, nee, dat kan ik wel, maar hoe... Ja. Hoe kun je echt zorgen dat het maatschappelijk, dat het groter wordt dan wij? Ik zou dat aan Menno vragen. Ik vind dat het al aardig gebeurt eigenlijk. Als je ziet wat er in
We hebben een brochure geschreven, daar stond toch het zinnetje in, praten over de dood is hot. Als je ziet wat er in de pers, op televisie, aan hoe we hebben net weer een documentaire gehad over die twee mannen die hoog wetenschappelijk onderzoek doen en hoe ze dat in godsnaam gefinancierd krijgen. Er is zo Schaken met de dood. Ja, schaken met de dood. Er is eigenlijk, als je oplet, ontzettend veel. Er zijn veel publicaties. Nou, René Gude is ongeveer nog net die dood gegaan op tv. Albert de Lange eigenlijk idem dito. Er is veel publiciteit over. En respectvolle publiciteit. Nou, dit soort debatten. Dus ja, ik vind eigenlijk dat... ga maar googlen, het is ongelooflijk. Ik moet zo doorgaan in ieder geval. Ja. Ik heb een stikje bij me. Dan kan je je eindeloos doorlezen als je wil. Meld je zomaar. Maar dit... Ja. Sorry, ik, maar ik vind uw vraag wel heel goed, want wij als artsen hebben ons de afgelopen jaren nauwelijks met het maatschappelijke debat bezig gehouden. En James Kennedy, die Amerikaanse Hollander, die hoogleraar is of was aan de VU, die de culturele geschiedenis van Nederland deed, die zei ook echt dat het hem zo verbaasde dat wij als Hollandse dokters altijd maar een beetje in de coulissen hadden gestaan en ons nauwelijks hadden bezighouden met maatschappelijk debat. Dus het gebeurt wel, maar het is niet dankzij de beroepsgroep. Onvoldoende is, en ik vind dat onze beroepsgroep dat onvoldoende doet. En hoe dan wel? Wat denk je van, wat moeten we dan nu gaan doen? Er wordt te veel door dokters nu gediscussieerd over wat het mag kosten. En we laten ons mee tronen door de politiek, die daar ook voortdurend over wil praten. En overal moet een prijskaartje aan hangen in deze kapitalistische samenleving. Ja, dat is nou helemaal zo. Kapitalistische democratie betekent, je mag overal over meepraten, maar er wordt pas geluisterd als je geld hebt. En daar gaat het voortdurend over. En wij zouden ons als dokters veel meer via onze organen die ervoor zijn, zouden ons fundamenteel moeten bezighouden met die vraag die jij net stelde over een gemeenschappelijke taal voor het thema. En we zouden met z'n allen grenzen aan moeten geven hoe ver we willen gaan. Nou, het is wel grappig dat deze Amerikaanse arts aangeeft dat we eigenlijk een beetje voorlopen met het debat over euthanasie, dus het goede sterven, maar dat we een beetje achterlopen op de weg ernaartoe. Ja. En dat vond ik ook wel een mooi beeld. En dat is misschien ook wat je zegt. De artsen zitten heel erg, en we zijn heel erg bezig geweest met hoe moeten we dat regelen en hoe sta ik daarin. En dat voortraject, ja, dat is dus een beetje erbij ingeschoten op de een of andere manier. Ja. U had een vraag, toch? Ik ben Sjaak Holte, een leek en geen patiënt. Nog niet. We hebben al gehoord dat u... Sorry, oké. We hebben al gehoord dat de patiënt maakt het allemaal maar één keer mee. Hè? Die wordt ernstig ziek en zal daarna overlijden. De dokters hebben eigenlijk zijn vertegenwoordiger van een gecompliceerd team. Een team met heel veel vaardigheden. Hebben iedere dag eigenlijk contact met die patiënt, hebben dus veel ervaring met die mensen. Nu stellen wij hier een beetje de verwachting van, zouden die dokters nou niet betere communicatiemogelijkheden hebben om te kunnen praten over de dood? Tot zover kon ik het volgen. Toen kwam bij mij de vraag op, moet je nou de oplossing zoeken in eigenlijk dat doktersprofiel weer te gaan aanpassen, waardoor die niet alleen een specialist is, een superspecialist zoals u dat zei, maar hij moet nu ook, ik zal maar zeggen, gesprekstherapeut of iets dergelijks, psycholoog. Hè? Of moet je zeggen, eigenlijk voor deze categorie patiënten hebben we in ons systeem behoefte aan een artsregisseur die veel meer voldoet aan het profiel van, zeg maar, een palliatieve dokter. Iemand die dus niet primair gericht is op die ene ziekte, maar die eigenlijk meer gericht is op de patiënt in zijn levensfase en wat er met hem dat komende jaar, want daar gaat het dan meestal over, gaat gebeuren. Dat is heel duidelijk. En dat u leek bent, hartstikke fijn juist dat u er ook bent. Maar u was zover, ik dacht, nou gaat hij zeggen wie dat dan moet zijn. Ik zou graag van u daar een reactie op willen, want ziet u het als mogelijk, de uitvoerende specialisten die u bent, om eigenlijk die rol te vervullen door naast uw drukke praktijk ook nog die gespreksvoering uitdrukkelijk te aangaan? Of zit het bijvoorbeeld bij mevrouw Wanrooy
die zegt, ik ben die palliatieve arts, ik zou die regiefunctie kunnen hebben. Oh, iemand hierachter heeft er antwoord op. Oh, die kan ik het vasthouden of doe je het zo? Ik ben Mart Kalf, ik ben medisch psycholoog op het ABC. Ik werk ook onder die Marcel Levy. En ik wil eigenlijk een pleidooi houden dat ik het niet mee eens ben om daar een aparte functionaris in het leven te roepen. Wij geven in toenemende mate, ik ben helemaal met alle sprekers eens dat het nog in de kinderschoenen staat, uitgebreid bijscholing aan medisch specialisten, ook in de opleiding, ook in het masterprogramma aan studenten, in het bespreekbaar maken van dit onderwerp. En waarom is het belangrijk dat het in dezelfde persoon verenigd is? Omdat dat een hele belangrijke persoon voor de dokter, voor de patiënt is. En dat de dokter dat ook prima zelf kan. Maar wat ik tot nu toe mis in deze discussie, is wat wij onderling, want dit is mijn collega van de medische psychologie, wij geven die trainingen vaak samen, noemen wij de psychologie van de dokter. Want wij constateren dat, we doen wel net of het allemaal heel glashelder besproken wordt met de patiënt, maar A blijkt uit onderzoek dat maar een heel beperkt deel van het gesprek gaat over, bijvoorbeeld bij palliatieve chemo, van we kunnen palliatieve chemotherapie geven, maar we kunnen ook, tussen aanhalingstekens, ik doe in mijn vingers zo, niets doen. Wij pleiten, dat is een verboden tekst. Dezelfde Marcel Levy heeft datzelfde ook bepleit. We moeten dat niet zo noemen, we moeten het bespreken. We kunnen ook de komende tijd doorbrengen met het behandelen van de klachten die er nu zijn of die misschien gaan komen. Niets doen, dat kiest natuurlijk niemand voor. Als ik er nog één zin aan toe mag voegen, dan blijkt dat artsen het misschien wel het idee hebben, en ik generaliseer, hè, dat moet u er allemaal helemaal aftrekken, maar dat veel artsen het idee hebben, we hebben het glashelder gezegd, en dan is het maar helemaal de vraag in hoeverre het beestje bij de naam is genoemd. Dat wou ik even kijken. Nou, duidelijk, bedankt. Wil jullie reageren daar nog op? Menno. Menno, ja. Mag ik hem zelf verstaan of niet? Oké. Twee opmerkingen. De discussie over het stoppen en het doorgaan of niet doorgaan, of aanbieden of niet aanbieden van behandelingen is toch een andere discussie, denk ik, dan de discussie over omgaan met de dood. Het is nog steeds zo dat als iedereen heel goed is in het omgaan met de dood, die andere vraag blijft staan. Dus ik zou ervoor willen pleiten om die toch een beetje uit elkaar te trekken. Tweede is, we hebben het helemaal niet over de verantwoordelijkheid van de patiënt. Of van mensen. Je kunt wel zeggen, nou ja, omgaan met de dood wordt weer een verantwoordelijkheid van een dokter die dan weer op cursus moet. En dat is, daar zie ik wel veel in. Maar ik vind nou, ik denk niet dat het zo is dat als je opeens doodgaat en je hebt er nooit over nagedacht, dat zo'n interventie dan gaat werken. Dus de verantwoordelijkheid, we hebben het wel gehad over de verantwoordelijkheid van de patiënt. In zin van dat je iedereen moet nadenken over hoe wil je nou niet, hoe wil je doodgaan, hoe wil je leven in je laatste. Ja, als je ziek wordt, hè, want ja, we gaan natuurlijk niet gewoon, terwijl we gezond zijn, elke dag maar nadenken over hoe zou ik in godsnaam nou eens willen doodgaan. Nee, is dat niet zinvol om dat al te doen? Als je ouder wordt. Dat doen we toch niet. Als mijn man niet was doodgegaan, had ik hier niet gezeten. Maar dat is wel typisch iets voor de cultuur van vandaag. Dat het idee dat er de dood iets is wat anderen aangaat, totdat het relevant wordt omdat iemand ziek wordt, dat is echt iets van onze tijd. Ja. Vind jij dat we er altijd toch mee bij? Dat we hier allemaal moeten nadenken? Ja, Montaigne zei, filosoferen is leren sterven. En ik ben meer Montaigne dan Sartre, die zei, de dood doet er niet toe. Dus ik probeer het, maar ik woon ook op een kerkhof. Je woont er al, ja. Nou, veel. Ja, maar oké, heel kort. Heel to the point. Heel belangrijk. Goed. Nou, er is een specialist. Die is gespecialiseerd in gespreksvoering en in context. En in de patiënt langdurig begeleiden. En dat is ook iemand die over het algemeen de laatste fase van het leven begeleidt. Dat is de huisarts. Daar hoeven we geen nieuwe voor. Ja, eigenlijk wel. Nou, opgelost. Nee. Goed. Nee, maar ik vind, Menno heeft wel een punt. Ik vind beslissingen over wel of niet behandelen, doorbehandelen, is niet gelijk aan goed sterven. Ja. Zeker. Dat is echt een ander issue. Ja. Nou, het is wel heel prettig hoor, als je er al over hebt kunnen nadenken. Ik ben al een aantal keren, misschien wel 4 keer zo dichtbij geweest. Dat ik het eigenlijk wel weet. Okay. En dat ik er ook helemaal geen angst meer voor heb. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel met mijn casus te maken. Maar het is wel fijn. Ik denk er natuurlijk ook wel naar. Ik weet ook wel
wat ik niet wil en wanneer ik dood wil. Dan hoef ik echt niet echt vreselijk ziek voor te zijn. Maar gewoon als ik niet meer zelfstandig kan zijn. Als ik niet meer kan eten, niet meer mijn eigen billen kan afvegen. Dan hoeft het voor mij niet meer. Maar ja, dan is de vraag, hoe ga ik dat dan regelen? Zal ik waarschijnlijk zelf moeten doen. Ik denk toch dat er een heel belangrijk... Ik probeer steeds een soort van... Ja. Nu zijn we... Klaar? Die taak van die huisarts. We hebben een paar jaar geleden het probleem gehad van niet reanimeren. Wat door een ambulancebroeder naar voren is gekomen. Nare dingen tegenkwam bij het... Ik denk dat het prachtig is dat huisartsen op een gegeven moment met hun patiënten dit onderwerp aangrijpen. Zodat mensen zich ook bewust worden van... Hey, ja, we kunnen wel eens een keer doodgaan en daar met elkaar over praten. Ik ken iemand van 85 jaar die toen tegen haar werd gezegd van... Je bent nu aan doodgaan. Ik doodgaan? En dan durf denk je dan, dat te zeggen? Hoe kan het dat je op je 85ste jaar daar zo weinig over hebt nagedacht? En dit kan een heel mooi middel zijn. Ik weet ook dat veel huisartsen daarover zijn gaan praten met hun patiënten. Om dat thema eigenlijk... te introduceren, praten over doodgaan. Wat houdt dat nou, in? Het verwijt dat het woord dood niet is gevallen, kan niet meer worden gemaakt. Nou, we hebben er ook geen controle over, lijkt mij. We hebben er ook nog steeds geen controle. We zijn aan het einde van dit debat. Ik wil u allen bedanken. Ik wil natuurlijk jullie aan tafel heel hartelijk bedanken ook. En ik zou willen afsluiten met de laatste woorden uit de laatste column van Albert de Lange. Heb een mooi leven, dat is het beste. Dank u wel. Nationale Opera en Ballet. De locatie daar. Er is niet gesproken over.